The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zindeliste! Not the face! Rivers of Kum! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to the AA. Week weet ik veel van de lockdown is ingegaan en het licht aan het einde van de tunnel is eindelijk zichtbaar. De winkels gaan binnenkort open, we mogen ons in bubbels gaan begeven en voor we het weten hebben we iets anders om over te zagen dan corona. Maar nu we toch over gezaag bezig zijn, onze gast van vandaag is een echte comedian, een ras-echte Brit, geboren in 1954. Yes, he's old. In 1969 begon hij bij British Aerospace als arbeider. In 1976 verhuisde hij naar België en was jarenlang vakbondsafgevaardigde bij Opel België, waar hij voor publiek leerde spreken. In 2000 won hij Humo's Comedy Cup en dan ging de bal aan het rollen. Hij kende gigantisch veel succes met shows als De Penismonoloog, Terrorist, Geloof Mij en Democlash. In 2016 speelde hij zijn allerlaatste zaalshow Accident de Parcours en sinds 2015 heeft hij zelf ook zijn eigen podcast Mens Toch. We kennen elkaar al jaren, een van mijn oudste vrienden in Comedyland en daarom is het grootste plezier voor mij om de godvader van de Vlaamse stand-up aan te kondigen. Welcome, the one and only Nigel Williams. Zeg Alex, ja? maar ik ga eens eerst op wat fouten in die biografie. Ja, doe maar. Helemaal op het einde. Die podcast ik doe, dat is al 6 keren van naam veranderd op 4 jaar. Oké, en hoe heet het? Dus dat is begonnen is Mens Toch. Ja. En dan is dat, maar dan die mens met wie ik dat deed, is wel een klein beetje, ja, mijn tegenpol beginnen worden, zal ik maar lichtjes opdrukken. Mm-hmm. En dus ik heb dat veranderd en dan heette het Downtime, maar dan merkte ik dat er een Amerikaan was met dezelfde naam. En dan heb ik dat veranderd van Downtime naar Tijdens de Rust. Voilà. Ah, ja. Dus nu is dat Tijdens de Rust. Oké, was dat de enige fout of waren er nog? Er zullen wel nog zijn, hè? Ja, oké. Zo van, ja. Zwat. Ja, ja. Ik heb het ook maar op Wikipedia gelezen. Zo man, al de dingen die ik van haar moet lees weten... Ik lees dat nooit niet. Ik lees dat over niemand niet. Ik check dat om te weten wat dat gij, wanneer dat nu juist weer allemaal was, dat jij wat gedaan hebt. Want ik ken u wie natuurlijk al wie schrijft lang. Dat? Ik weet dat maar niet. Wie schrijft... Iemand. De mijne is ook gemokt door iemand, hè? Maar geen idee wie dat is. Dat zijn toch raar volk, vind je niet? Ja, een beetje wel. Stel je dan niet een beetje ongerust dat er één iemand is ergens die niks anders te doen heeft als over u een page dan, zonder aan u iets te vragen en zo. Mm-hmm. Allee, ja, ik vind dat raar. Ja. Dat is bijna stalking, vind ik. Als je wilt, verander ik die ondertussen van alle met twee. Ik kan dat ook doen, ze. Maar nee, dat moet niet. Laat die mensen maar doen, jongen. Laat ze maar amuseren. Mm. Allee, maar mag je daar eens direct iets over zeggen? Ja, tuurlijk. Want je weet een paar jaar geleden, een paar jaar toen de PDW nog leefde, mm-hmm. zaliger, PDW zaliger, mm-hmm. die zo, we hebben allemaal zo'n soort documentaire gehad op Canvas of zoiets. Hè? Er was een van haar, geloof ik, en een over mij, en nog een paar andere. En die van mij, dus je weet wel, ze interviewen mensen die zogezegd de rol spelen of gespeeld hebben in hun leven. Mm-hmm. En een van de mensen, ik ga die naam noemen nu, hè, want ik vind dat eigenlijk een beetje een lul. Maar hij is wel goed bekend in Vlaanderen, dus dat is niet erg. Mm-hmm. Dus die interviewde een gast die voor Clara nu werkt. Maar hij werkte vroeger voor Radio 1, toen wij die middagprogramma met die ikke en dan Vitalski en nog zo'n paar anderen. Mm-hmm. Dat zo zagen over van alles, dus dat was geschikt voor mij. Zo. En... Pat Donné. Oh, ik ken die zeker. Op de VRT noemen ze die Don Pathé. Omdat hij zo met die lakke schoentjes rondloopt en alles. Dat is een sjaal, die doet ook altijd een sjaal. Ja, dat is zo shit. Ik moet toegeven, voordat je verder gaat, ik kom daar eigenlijk wel goed mee overeen. Ik vond dat, dat wel een toffe vent, maar vertel verder. Ja, maar de gast die aan het filmen was, van Drie Kees, die neemt mij achteraf... En nu gaat hem het duur te staan komen. Mm-hmm. Die net achteraf al een interview met Pat Donné over mij laten horen. Mm-hmm. Want die hebben dat moeten onderbreken, want zelfs de cameraman zei van wat je nu aan het vertellen zijn. Dat is dikke zever, want we zijn we kennen Nigel heel goed. Mm-hmm. Die was aan het zeggen, ja, maar natuurlijk, dat is allemaal posé. En dat is allemaal...
die is eigenlijk, die woont in de chicste loft van Antwerpen Zuid. Mm-hmm. En dit en dat. Als, nu, gij kent mij een beetje. Hè? Ja. Dus als je dat van mij zou horen. Ja, ik woon in een fucking rijwoning in Berchem nu. Ja. En ik dacht van, what the fuck? Dus die was on. Dus dat was versie nummer 1. Helemaal van tv. Alleen nee, nummer 2. Want ik had in de vroege jaren van de comedy, toen is ons alleen maar wouden uitlachen op tv, mm-hmm. weet je nog? Mm-hmm. Toen wij begonnen met stand-up comedy, kregen we zo dat. Gezicht in theater. Hoe kom ik de gele geld verdienen? Why actoires? Dus er was nog zo iemand die mijn kloot nooit om. Maar die ga ik niet benoemen. Deze gaat gewoon een podcast. Ik kon niks niet meer vragen. Zo. Dat gaat gewoon gij zijn net zo een uur babbelt over nee, wie nee, dat nu kloten allemaal bedankt. Nee, maar ik wil dat zo in het algemeen hebben. Ja, ik wil dat in het algemeen hebben, want ik was just... Voor we samen kwamen op Skype, mm-hmm. was ik zo met een meditatie van de dag aan doen. En dat was zo van, ik heb zo de laatste week. Ik moet even terug, hè. De meditatie van de dag, vertel. Ik ben geen spirituele, dat weet je. Ah. Maar soms zitten met iets en je moet er eens over nadenken. En dat je nu wilt of niet, de beste norm om dat te verklaren is meditatie. Dus je zit in stilte en je denkt er eens over. In de mate van de mogelijk met de hersencellen die je gekregen hebt. En je denkt van, wat is het in mij stoort eraan en zo. En de laatste week heb ik wel heel veel hate mails gehad. De een of andere in Vlaams nationalisten in een hol liggen peuteren. En ik krijg de schuld ervan, blijkbaar. Mm-hmm. En ik heb zo van, mails van gekregen. Van iets dat in uw podcast is gezegd? Ik heb gewoon gezegd dat een die, dat is een lul. Alleen maar ik mag dat toch zeggen. Dat is, mm-hmm. dat is wat ze niet meer tegen kan, hè, Alex? Dus... Television and radio, you're fucking dead, but you don't know it yet. En deze media, dus is maar in ontwikkelingsfase eigenlijk nog. Hè? Dus this is it, brothers. Je mag zeggen wat je wilt en ze kunnen nu niet meer tegenhouden. Hè? Dus dat is cool. Dat heet democratie eigenlijk. Comedy terug opnieuw eigenlijk een klein beetje, vind ik. Zo, voilà. Gevoelt terug hetzelfde met podcasten als dat ik voelde toen we begonnen met comedy in de tijd. Dat je zegt, hey, we kunnen doen wat we willen. We moeten ons niet aan regeltjes houden, we doen gewoon. Ja, natuurlijk, dat is gevaarlijk als je mensen zoals wij die een toelating geeft. maar ik probeer eerlijk te zijn. De ene dag sta ik op en ik vind A en de dag erop vind ik B. En ik ga ervan uit dat heel veel mensen zo zijn. Toch? Ja. Tegenwoordig met corrigeren van... Ja, gisteren ik denk vond altijd hetzelfde, Nigel, al 30 jaar aan een stuk. Ja, dan moet ik een boekje schrijven en ik ben nog nooit veranderd. Ja, dat is erg, hè? Vind je niet? Ja. Stel ervoor. Mm-hmm. Ja, stel ervoor. Dus, maar ik ben deze week... moest ik mijn eigen ophangen met elastiek van hier. En ik heb hem ik heb hem op de hoogte gebracht dat er niet genoeg elastiek is eigenlijk. Omdat hem zei van... Gele non-Vlamingen moeten nu ophangen met elastiek. En ik dacht van, fucking hell, weet je hoeveel non-Vlamingen er zijn in de wereld? Ik denk niet dat er genoeg elastiek is. Punt 1, dat lukt niet. En elke keer komt op de grond en het ontspant, kunt ademen en dan gaat het terug. Allee, dus ik antwoord die zotten. Hè. Dus behalve waarom als... Waarom houd jij je ermee bezig, man, met daarop te antwoorden? Dat is toch dat je het een klein beetje veel... geire doet, oké? Okay? Niet? Als ik ze kan irriteren wel. Oh, maar de enige regel die ik tref, en trek, als ze over mijn kinderen bezig zijn of zo, dan is het fucking, you do this again, you get a lawyer on your ass. Yeah. Okay? Yeah. Dus toen mijn schoonzoon zelfmoord pleegde, was er 3 die congratulations kaarten stuurden in mijn brievenbus. Die zat toch in een tv-programma, had je toch gezeten? Wat was dat nou weer bij dat die in zat? Ja, klopt. Tegen mijn aanrading. Want televisie is a cesspit full of fucking snakes. Mm-hmm. En als je dat niet snapt vooraf, loop je gevaar. Dus ik heb gezegd, die reality-programma's, dat zijn gewoon goeie kopen formatten, wat als mensen te kakken zetten en dan achteraf om de honden voeren. Mm-hmm. Eigenlijk is dat zo. Hè? Waar zat hij nu weer al in? Want was dat zo van fucking eat me eten in restaurant? Mijn restaurants. Restaurants. En op dat moment, die kookte eten voor in de eretribune van KV Mechelen. Mm-hmm. En dus... Peter, hoe heet die kok die daar met zijn zatte kloten overal tegenrijdt tegenwoordig? Peter Goossens? Nee. Peter Goossens.
die heeft hem belachelijk gemaakt op televisie. Van, ga je zelfs geen ei koken en dit en dat. En dat is allemaal goed voor de kijkcijfers. Maar die jongen moet naar zijn werk gaan, zanderendags. Mm-hmm. Zie je? En ik zeg niet dat dat een aanleiding was, maar want dat zat met andere problemen. Maar ik denk, oh, you fucking cunts. En dan van VTM kregen we zelfs achteraf geen rouwkaartje of bloemen of niets. Allee, dan zeggen we van, allee, joh. Dan hebben ze dat achteraf gestuurd. Zo van, oh ja, we zijn het vergeten. Het was een vergeetlijst. Ik zeg, go fuck yourselves. Ik zeg, en puntien, hè, ik haal een paar mannen met een beerschot op die fucking begrafenis. Als er iemand is van VTM, die kunnen mee de kist in. Oké? Okay? Dus, nee, maar ik heb zo'n aantal ervaringen gehad met televisie. Dat ik zeg van, keep away. They're like the fucking devil. En het is niet mijn ding, het is niet voor iedereen. Het is voor sommige mensen goed, sommige mensen kunnen daar relativeren. Bij mij is dat zo van... Dat is een kwestie van of je erin kunt aarden of niet. Hè. Ik heb dat ook nooit niet heel goed gekund. Ja. Sommige dingen wel, andere dingen niet. Denk u vanaf waar je op je gemak voelt en waar niet. Ik heb me raar of zelden op mijn gemak gevoeld. Mm. Gevoelde zo van... Ze pakken een idee bijvoorbeeld, en dat idee is fucking bangelijk, hè. En dan is zo van, ja, maar how can we turn this diamond into shit? Dat is zo van... Natuurlijk, op televisie, en ik begrijp dat wel, je mikt op de middenmoot. Want de middenmoot, dat zijn de meeste mensen. Dus die moeten kijkcijfers leveren. Mm. Want het gaat over kijkcijfers, dus ik snap dat wel. Maar ik heb er zo een paar keren, omdat ik een domme kloot ben, basically. Ik heb er zo ingetuimeld. En dan plots zit je ergens in en je hebt twee dingen. Je hebt ene ding van... Ah ja, ik heb gezegd aan deze mensen dat ik het ga doen, dus ik moet het doen. Dat is dat zo ieren gevoel en trouw. Maar aan de andere kant, ik voel mij zo fucking slecht. Mm-hmm. Waarom doe ik dit? En dan heb ik nadien gezegd, doe niks meer. Televisie, dat is niet mijn medium. Het is niet voor mij, het is voor anderen. Godspeed, I hope you have success en al de rest. Maar het ergste dat ik ooit meegemaakt heb, er zijn twee. Maar één ervan, want ik vond Comedy Casino, wat we allemaal meegedaan, mm-hmm. goed. Ja. Ofwel was het goed, ofwel was het slecht. Ik weet niet betaald. Ja, het was wat het was, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Mm-hmm. Vrij eerlijk. Oké, okay. Sommige dingen moesten geknipt worden natuurlijk, maar dat is evident. Maar ik had zo eens in dat programma Volt gestaan. Mm-hmm. En met Kobe Ilsen, en dat vind ik een toffe gast. Ik ken het nog. Maar Kobe Ilsen is een toffe gast. En dus ik had niet een oneindige trouw voor hem. En hij terug. Dat is een heel goede gast. Daar kan ik niks op zeggen. Maar wat was de dingen ervan? Michael van Peel was ervoor gekozen. En Michael kon het niet, wou het niet. Mm-hmm. Ja. En hij zegt tegen mij, zo een week voor dat begon. Ze van, Nigel, ik wil het niet doen. Hè? Maar ik heb gezegd, ik zal zoeken voor iemand anders. Ik zeg, och ja, zal ik dat doen? Wat houdt het in? Ja, je moet maar 5 minuten... Die geven nu 5 minuten om de week te bespreken. Ik dacht, fucking dat is echt iets voor een standaard comedian, niet? Ja. Dus ik heb mij ingebeeld dat er zo'n doek achter mij zou zijn, dat ik een micro krijg en je krijgt 2 of 3 minuten om je hoog te... Zo lijkt dat je zou doen in een stand-up show. Hè? Ik dacht, ja, dat kan ik. Maar het veranderde. Weet je wat dat was? Ik moest tegenover Kobe Ilse gaan zitten en dan kozen ze zo... YouTube-video's van de week en ik moest er commentaar op geven. Pas op, als je op een kantoor werkt, heb je de YouTube-video's al 600 keren gezien. Zo een hond op een skateboard, mm-hmm. of een dikke die probeert zo fucking somersault te doen in een zwembad. Allee, ik zeg, ja, dat is een hond op een fucking skateboard, wat kan ik hier zeggen? Allee, bedoel, ik kan hier niks aan toevoegen. Dat is zo fucking bullshit. En ja, dus... Je weet wel, soms kom je op tv en dan niemand babbelt tegen u niet meer. En dan weet je van, ah ja, ik moet niet meer komen volgende week. zo is dat geëindigd, ja. Eigenlijk. Ja. Dus, dat is goed. Het is goed dat het begint met goede ideeën en dat eindigt dan heel vaak daar. Hè. Dat heb je vroeger inderdaad wel veel gezien. Zo, omdat je zo als comedian destijds nogal multi-inzetbaar wordt. Hè. Of dat is toch wat dat ze altijd dachten. Van, oh ja, we duwen 5 minuten een comedian hierin. We steken die in een format dat totaal niet past bij wat hij doet. En dan vinden we dat jammer dat dat niet zo goed is als dat we dachten dat het ging zijn. En dan denk je, we binden uw enkels vast en vragen dat hem niet doet. Dus dat is een klein beetje raar. Nu, ik heb gemerkt dat sinds uw pensioengerechtigde leeftijd, Nigel, jij niet minder kwaad geworden bent dan dat je vroeger waart. Nee, ik ben even kwaad, maar... Ik durf me alleen voor te stellen, hoe zag een jonge Nigel Williams er eigenlijk het?
Want jij bent opgegroeid in Bristol, hè? Klopt dat? Ja, Bristol, ja. How was your life over there, Nigel? Fuck it. That's my love-hate relationship met UK, hè? Mm-hmm. En dat wordt steeds meer hard, eigenlijk. Ik ben geboren in een groot familie, zoals je weet. En dus we hebben allemaal onze geschiedenis. Dat is het probleem. En dat geschiedenis, uw jeugd, van uw 0 tot uw, zullen we zeggen, 25 jaar, dat bepaalt eigenlijk de rest van haar leven, dat je dat wilt of niet. Mm-hmm. Dat ding zeggen van get over it, ja, dat is allemaal makkelijk gezegd. Maar je bent in bepaalde omstandigheden geboren. Nu, tegenwoordig verwerk ik dat in mijn comedy. Ik heb zo'n stuk dat ik doe over ons moeder had eindeloze zelfmoordpogingen. Nee, dat was altijd mislukt, want die was altijd zat op het moment dat zij dat wou doen. Sorry, dat is eigenlijk niet om mee te lachen, maar gewoon de manier waarop dat je het verwoordt. Nee, dat is niet sorry. Als ik het vertel op het podium, het is voor te lachen. Mm-hmm. Maar ik krijg ook daarvan kwaaierbrieven, van, kwaai lacht met zelfmoord. Ik zeg, dat is niet waar. Ik heb het meegemokt, hè, klootzak. Als ik er niet mee mag lachen. Dus ik vertel over een bepaald moment. Waarom waren zo van die geldmeters voor uw gas en elektriek? Je moest geld insteken en anders had je niet genoeg elektriek of gas. Mm. Maar ik kwam terug van het jeugdhuis op een avond en onze moeder heeft geprobeerd voor de zoveelste keer zelfmoord te plegen. Door haar eigen te vergassen. Maar er was niet genoeg geld in de meter. Dus het enige dat gebeurd was, is dat ik thuis kom en de keuken stonk naar gas en zij lag er zat met haar kop op de dingen. En ik zeg als punchline, dat ziet zich nooit door op politiek programma's, hè, van armoede redt levens. En dat vind ik eigenlijk een goeie punchline. Mm-hmm. En omdat je dan naar mij verwerkt, van ja, ons moeder, ik hield ervan, maar ze was zo fucked up dat het untrue was. Hè. Maar er zijn ook verklaringen voor, hè. De oorlog, bladibla, wat dat die meemaken vroeger, hè. Want wij hebben de jeugd gehad, die mensen niet. Mm-hmm. Maar je wordt ook gevoelig, hè. Snap je? Bijvoorbeeld, als ik 12 jaar was, ik heb zo die 11 plus gedaan. Nu, in die tijd, dat bepaalde of je naar een chique school kon gaan, waar ze deftig onderwijs geven, of naar de plotselijke middelbare school, waar dat je met vechten om eruit te geraken, snap je? Dus ik was er door, maar dan kom je in een school met allemaal mensen die rijk zijn, of mensen die getalenteerd zijn, of mensen die via geld er binnen zijn geraakt. En dat was de meerderheid. Dus ik en een paar anderen, moesten ons zo afzetten tegen die anderen. Omdat wij kregen gratis maaltijden, omdat we arm waren, dus kinderen, je kent dat, hè? Mm-hmm. Die beginnen nu uit te lachen, dus wat doe je? Hoi, kom eens. En dan, bang, geleerd kopstoten geven en zo. Een vrij goeie talent. Mm-hmm. En dus je begint je af te zetten tegen geprivilegeerde mensen. Mm-hmm. Dus geprivilegeerde mensen, ik krijg fucking horige schijt ervan. Mm-hmm. Ja, dat is like nu, mensen die thuis zitten te blijten omdat ze maar fucking nog maar één serie hebben op Netflix en ze nog niet gezien hebben en zo. En ik denk, boo fucking who, mm-hmm. weet je? En dat heeft mij bepaald in latere leven, ook in mijn jeugd heel hard. Maar ik ben niet meer kwaad, ik ben meer zo van, look at the world funny. Yeah. Ja? It's funny. It's funny as fuck. Het is eigenlijk grappig, alles is grappig, ja? Mm-hmm. Toch? Ja, achteraf. Dus, ik heb de neiging om mij er eerst heel kwaad in te maken en dan de joke te gaan zoeken. Dat is het bij mij dikwijls. Dat toch vertrekt en dan van kwaadheid en irritatie. Maar inderdaad, dat je dat er dan uitgooit, ja, dat werkt therapeutisch. Dan zit je er vanaf, hè. Mm-hmm. Dan zit je er vanaf, hè. Allee, ik heb van de week heb ik zo'n stom filmpje, ik denk op Instagram TV of zoiets gezet, of fucking ergens op mijn Facebook, zoiets dat ik geschreven heb over mensen die denken dat alle kinderen genie is, want niemand wordt nog zwanger voor minder is een genie. Mm-hmm. Hè? Dat is toch zo. Hè? Je hebt mensen die heel alle Twitter-profile is hoe ongelooflijk dat alle kinderen zijn. Hè? En dus ik lachte ermee en zo. De mails die je dan krijgt. Van zeg, mijn kind is ook speciaal. Ik zeg, go fuck yourself. I don't give a fuck. Allee, kijk rondom u. 90% van de mensen zijn debielen. Ik included. Dus waarschijnlijk die genie die rondloopt bij u thuis, je zit hem aan het overschatten, hè? Snap je? 10 tegen 1. De mensen, wij hebben ons eigen te ernstig genomen. Daarmee vind ik deze lockdown goed. Dat wij even terug moeten nadenken van, oké, wat heb ik echt nodig? Al die soort shit, mm-hmm. weet je? Ik ben een fantastisch immobiliengast met zo van die lange bruine puntschoenen en mijn oor achterover geteld.
Maar zo belangrijk ben ik niet, want ik hoor niet bij de essentiële beroepen. Ja, dat was wel heel duidelijk bij ons dat dat ook niet was. voilà, wij komen in heel dat processie net na de kliniekluins. Ja, dat is een hele goede wake-up call eigenlijk in deze. Die hebben van tijd tot tijd ook wel eens nodig. Zo. Als je zo wat te hard begint te geloven dat je job iets uitmaakt, dan was deze wel een goeie of zo. Het maakt geen fuck uit. En de meeste niet. Je hebt me dikwijls veel verhalen verteld vroeger over dat jij even een skinhead-periode net gehad. Ja. Denk ik dat jij jonger wordt. Zeg maar. Ja, nee. Hoe zit het daarin gerold? Hoe is dat allemaal gebeurd eigenlijk? Nee, dat is niet in gerold. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat de mensen vergeten over de skinheads in een tijd. Er wordt er nu meer over geschreven en gedaan, is dat er toen over gedacht was. Mm-hmm. Snap je? Nu heb je zo mensen die zeggen, ja, maar dat was een hele cultuur van kort samengevat. Mm-hmm. In elke arbeiderswijk in Engeland, je kent die, Bilduin, de Ken Loachwijk, zo gezegd. Dat was zo van, fucking hippies, hè? Die gaan allemaal naar de universiteit. En dat zijn geprivilegeerde bijna allemaal, want een arbeiderskind kon toen nog niet naar de universiteit, laat staan nu. Mm-hmm. Of toch, het vraagt heel veel opoffering. En die hebben lang hoor, oké, we scheren die van ons af, hè? Fuck them. Hè? Yeah. En die zijn een peace man, oké, why agressie? Dat is heel simpel, tegenovergesteld. Maar daaruit is gegroeid, zo de ding van, er waren heel veel Jamaicanen op dat moment in ons wijk gekomen wonen van Jamaica. Heel cool gasten, die konden alle vrouwen krijgen, want die waren goed gekleed en zo. Mm-hmm. En dan dachten wij, ja, en hun muziek is zo graaf, hè? Ska en al de rest. Dus wij gaan die een beetje naopen. Zo van die smalle pijpen die een beetje te kort zijn, hoe Dr. Martin's botten aan, een beetje een rude boy met een hoedje op en zo. En je moet zo een soort vriendenkring hebben, waar dat je voor... Je zou ervoor door het vuur gaan, snap je? Mm-hmm. Dat is zo van boys together, fucking gang. Ja, je rekent alleen maar op uw maten. Allemaal zo van die tiener en fantasieën zo. Maar het ging eigenlijk meer over de muziek en de mode. En het had niks meer rechts te maken. Hè? Die boneheads, die je nu ziet, dat zijn gewoon fucking brain dead idiots. Die hebben niks meer skinheads te maken. Skinhead was vooral muziek. En ja, als je ziet, de echte skinheads, die luisterden naar Jamaicaanse muziek. What the fuck? Hoe kunnen daar racist zijn? Mm-hmm. Dus het gaat meer daarover. Het was alleen maar op het einde van de jaren 70, toen dat iedereen zei, oké, het heeft meer met voetbalhooliganisme te maken en de punks waren er en ineens waren de punks met de skinheads zo samen op een vijf en dan zo van mensen die zich niet wassen met de YNM'en, vet zeg je, en dan begon ze van die soort spanningen. Het ging niet over politiek, eerlijk gezegd. Dat wordt de nostalgie mensen maken daarvan nu. Je ziet gasten die, oeh, ik ben een mod. Mm-hmm. Je dacht, hoe kun je een mod zien? Mijn oudere broer was een mod en die is nu in de 70. Allee, dat waren die echte mods. Mm-hmm. Je moet zeggen, je hebt dezelfde kledij, denkt de guy, als wat die mensen droegen. Ja. Maar you don't have the mentality. Maar bon. Maar dat is gewoon, dat was een antwoord van een misneugde jeugd. Hè? Mm-hmm. Van, waarom geraken wij niet on the back? Allee, en van daaruit kwam al die weerstand die nog aanwezig is in de Engelse arbeiderswijken, hè, die heel interessant is. Ik vind dat je dat nu eerder terug zou vinden in de rapmuziek. Hè. Mm-hmm. De jonge Marokkanen en zo. Je hebt niet veel nodig. Hè. Je kunt beatboxen of rappen voor je vrienden op straat als je wilt. Dat is zo'n soort zet ons af tegen de rest. Ik vind dat wel... Ja, dat is mooi eigenlijk. Hè. Maar je wilt niet je leven gaan laten domineren. Hè. Allee, joh. Je moet altijd zo een beetje normaal blijven. Ja, dat is zeker, zeker een verschil tussen als je jong zit en nu ergens tegenaf zit. En dat je zo, hè, dat is een beetje gelijk dat je die 70-jarige punker ziet lopen. Zo, je kunt nog wel zeggen, amai, hij is wel trouw gebleven aan, maar het leunt ook heel hard aan grow the fuck up. Zo. Dat ligt nogal heel dicht bij elkaar. Zo. Of wat ik altijd gezegd heb, ik denk dat ik ken mensen die een pak en das dragen, die meer punk mentality hebben, is sommige van die mensen... It's not in a t-shirt or a badge, eh? It is in a fucking head. Yeah. Eh? Dus, maar laat de mensen doen als ze maar gelukkig zijn. Fucking hell, als ze gelukkig zijn, ben ik blij. Dus, maar ik ben nog kwaad, maar nu meer, niet zozeer kwaad, meer zo teleurgesteld. Dat is dat.
En dat is nog erger. Nee, dat is zo van, oké, ik ben ook maar een mens, ik weet hoe dat is. En de ene dag staat op en geeft de schuld aan alles aan de fascisten. En de dag erop zeg je, fucking al die Marokkanen. Mm-hmm. Dus dat is zelfs, je moet dat eens toegeven. Je moet leren toegeven dat je even fucked up zit als de rest. En dan begin je te beteren. Mm. Maar ga dat toen dat je jong wordt, dat je zo optrok met je maten en zo. Waren dat zo die typische, gelijk dat je zegt, gehaald al aan, de Ken Loach film, dus we beginnen ons er allemaal al beelden bij te vormen. Is er veel gevochten? Heb jij veel problemen gehad als je jonger wordt? Maar uiteindelijk, ik heb 6 maanden in de jeugdgevangenis gezeten. Hè? Allee, ik kreeg een straf van 6 maanden, maar ik heb de map op in al een paar weken er gezeten. En ik was blij. Hè? Ik heb van de eerste dag geblet tot de laatste dag. Want er zijn andere mannen daar. Hè? Ze doen de deur van het open. Je gaat binnen. Wie zit er? Boom. En je krijgt er een op. Mm-hmm. Dus van voor auto's te pikken. Hè? Dat was zo weer. Ja, je hebt zo van die status dingen. Zeg je op straat. Hè? Why pikt een auto's? We deden niks mee. We reden mee rond. En we zetten die heel braaf terug op de plek waar dat was gevonden. Maar dat waren in een tijd auto's die je kon openbreken met een kapstok. Ja. Alleen als je die cacho een beetje terugtrok. Mm-hmm. Nu gaat dat niet. Dus dat is fout. Ik weet dat je dat niet moet doen. En ze hebben mij voor gepakt. Ben even gisteraf. Bladibla. Maar dat vechtpartijen, ik denk bij ons in de wijk, dat is maar dat ik weet 2 keer een auto aan het gelopen. En daar is een goede maat van mij die kreeg een mes in zijn longen. En ja, dat was kantje boord. Dat is er doorgekomen. En dan een andere keer waren er gasten bij die gezegd van, dat is een psychopaat, jongen. Wat normaal gezien was de regel, zeker onder skinheads, van no weapons, no, snap je? Het was een beetje zo gewoon op, in het slechtste geval had een blij oog. Allee, bedoel, snap je? Dat is meer bla bla. As what, like football supporters nu, hè? Die facen off zo, en dan zo, ze beet op een fucking buck. Hey, come on. Maar de kleinste die staat er zo, come on, te doen. Omdat er 2 rijen flikken tussen hem en die andere staan. Hè. Als je tegenover Russische supporters staat en er zijn geen flikken, dan heb je geen tijd voor dat te doen, en dan is het ontlopen. Like, zo. Dus het is meer bravado. Het is handjesgedrag. En eerlijk gezegd, ik ben er tegen natuurlijk, maar verwacht je het anders van groepen jonge jongens van 16 tot 20 jaar die niks anders te doen hebben en geen jeugdhoors hebben echt, of geen, allee, snap je, dat is toch ergens normaal. En je moet ze daarop wijzen en proberen in goede banen te leiden en dit en dat. Maar dat zijn dikwijls de slechtste gasten niet. Hè? Zo'n jeugdgevangenis, als je erin zit, is dat een les voor het leven? Allee, die enige les is, er zijn andere mensen die groter en zwaarder zijn in schijs. Dan moet je zo cage fighter zijn. Hè? Ja, dan is er altijd iemand die een geweer heeft. Allee, snap je dus? Nee, ik bedoel dus, eigenlijk meer door, omdat dat, als je dat niet hebt meegemaakt, gelijk ons bijvoorbeeld, dan heeft dat wel iets intimiderend opgesloten zitten. Is dat iets... Ja, maar het is intimiderend. De rest van je leven, maar, kan ik me voorstellen, als je... Soms krijg je flashbacks, maar niet veel. Er is niet veel gebeurd, hè? Want je komt daar binnen, dat is like een jeugdhuis met een metraal is aan de ramen. En je bent elke avond, dat was een detention center, wij noemden dat DC. Hmm. Die van mij was in Portishead eigenlijk, hè? Waar ze nu muziek maken. Maar nee, dat is meer zo van, oh, dat is fucking saai. Ja, dat is zo, want in die tijd hadden ze zo, de mannen die op u letten waren niks para's en zo van die soort mannen, hè? Zonder al te veel empathische opvoeding. Goh, pak eens ouwe cel in, boom. Dus er gebeurde eigenlijk niks. Snap je? Allee, ik heb zo 1 keer kloppen gehad als ik er binnenkwam, maar dat is zo schijn to initiatie ding. Maar voor de rest zitten daar van, ik zal mijn bakjes maar houden, want die gast daar is precies een echte psycho, hè, want die sloten alle soorten mensen erin op. En ik heb er maar na een paar weken, er is zo weinig plutsen in de jeugd inrichtingen. Dus, ik was een pussy, hè? Dus ik ben eruit en er komen andere gasten. En die enige les, ja, daar ben ik beginnen denken van, wil ik dit de rest van mijn leven? Mm. Ja, want je komt boven en oké, de eerste moment dat je naar het jeugdhuis gaat, zit ik al de held en al die skinhead maskers willen mij aan nog eens een keer, hè? Snap je? Omdat ga je de fucking hell zin in. Je kunt ze van die strooise verhalen vertellen. Die eigenlijk niks van kloppen. Maar na een tijd denk je van, eigenlijk, die fuckers hier, die gaan mijn leven niet redden. Snap je? Mm. En of je denkt dat niet. Hè? Ik heb nog altijd vrienden in Engeland die een hele carrière van gemokt hebben. en die zijn even gelukkig als ik, denk ik. Hè? Ik weet niet. Die zien er wel gelukkig uit. Maar
voor mij was dat zo, nee. Dat is, ik ben te klein, ik ben maar 1,68 meter. What the fuck, ik ga sterven als ik niet oppas. Dus ja, dat is waar. En ik heb de discipline niet voor te liggen trainen, lukt niet zo. Dus de enige les is, doe dat niet. Doe dat niet, dan heb je geen last van. En als je doet, ja, you have to take the punishment, hè? Allee. En wanneer is het, dus daarna is het eigenlijk, is er dan niet echt direct iets veranderd? Of had jij dan zoiets van, ja, ik kan misschien toch mij bezighouden met andere dingen? Of mag ik me pakken, dan beginnen werken? Hoe oud word jij toen eigenlijk? Wat was je leeftijd? Nee, maar ik werkte, okay. toen. Hè. Ik was aan het werken van mijn 15 jaar bij BAC, waar ze de Concorde mochten. Mm-hmm. En, maar er was heel veel, ja, tijdelijk werkloosheid. Dat was een beetje like nu eigenlijk. Hè, maar dat ging over de oliecrisis en dit en dat en al de rest. En dus waren veel vrije tijd en daar komt de misere van. En, maar als ik eruit kwam, ging ik terug werken bij BAC. En dan 5 jaar later zat ik in België alleen. Hè, op mijn 21ste. Hoe zijn jij hier geraakt eigenlijk? Wat deed u naar hier met geleid? Met een boot! Zwemmend! Nee, maar mijn broer, een van mijn broers, ik eigenlijk zelden had gezien. We waren met 13 thuis. Hè, dus zo precies... een soort conveyor belt van marginalen, dat was. En dus ik was al langer thuis uit toen dat ik bewust zijn. Allee, so, ik snapte, ik kende hem een beetje. Maar ik stuurde een brief dat hem uit de zeemacht was gekocht geweest. Want ik was in de zeemacht, had een teken van 6 jaar of zoiets, ik weet niet meer, in die tijd. En hij is in Antwerpen komen aanmeren, had een masker leren kennen en zij had hem ooit gekocht en zij had veel geld. Dus die had een café open gedaan. Ik dacht, oké, ik ben nooit naar het buitenland geweest. Dus ik ga er eens naartoe. Huh? En ik ging er naartoe en ik zeg, amai, dat is hier tof. Allee, als je in een café komt, niemand wil op een bakkers kloppen en zo. Dat is, ik weet niet hoe vredig eigenlijk, Antwerpen. Mm-hmm. In vergelijking, ik zei, oh, oké, ik heb een plan. Maar dan ben ik niet onmiddellijk hier gebleven. Ik heb nog zo... want toen is dat fabriek ontsluiten geweest. Het is allemaal heel vaag. En ik heb mijn vroegtijdige... Allee, ik heb me vrijwillig laten afdanken. Ik heb een kleine premie, je kent dat. En dan ben ik zo'n half jaar in Frankrijk en alles gaan traditioneel hippie shit doen. Dat niet... Allee, dat volk, dat kan mij niet... dat kan mij niet pijn eigenlijk. En dan ging ik terug naar Engeland. Ik pakte een valies. Ik zei tegen ons vader en ons moeder, ik ben weg. Die geloofde mij niet. Maar ik heb mijn zoon een afscheidsfeest gehouden. In een pub bij ons. Met heel mijn familie. En dat is geëindigd in een vechtpartij. Ik vind dat fantastisch. En ik ben de dag erop. Dus wij zijn om 3 uur s'nachts doorgerokt. En morgens om 6 uur moest ik de trein van Bristol naar Londen pakken. En van Londen naar Dover. En ik ben daar hier gekomen. En ik ben nooit meer terug geweest. Allee, dat is eigenlijk... en ik had nooit ergens anders gaan wonen in die tijd. Dat is niet like nu. Hè? Nu kun je een vliegtuig pakken. En je fucking zelf gaan vinden ergens in India. Maar toen was het zo van, wat, die familie in de straat, die gaan op verlof naar Spanje, de fucking rijke klootzakken, hè, snap je? Dus het is allemaal anders. En dan kom je in België en je zegt, oké, dit is cool, dit is, niemand is agressief. Omdat je de taal niet kent, snapte de cultuur niet. Hè? Dus dat is like als je op verlof gaat. Hè? Je zegt, wow, dat is hier tof, zou je willen wonen? Ja, totdat je weet... Wat is ontzeggen zien achter haar rug, hè? En dus ik ben hier gebleven. Ik vond België eigenlijk vrij goed. En ja, the rest is history, hè? Dus, maar dan zit je wel fucked up met twee culturen, hè? Dat is zo... Wat vond jij zo moeilijk om deze cultuur? Wat was er zo anders voor u? Weet je, Alex, in Engeland, ik had zoiets van, ik kom uit de arbeidersbroek, dus je gaat op café en ik kan met jou daar zitten en ik kan zeggen, zeg jongen, die een bril, dat stond er niet bij. Zo, en ga ik dat niet kwalijk nemen? Dus, dan ga ik gewoon zeggen, ga je dan met je dikke kop? En dat is wat wij noemen banter. Dus als ik naar Engeland ga nu en ik spreek met wat maten af, heb ik op een uur en een half comedy materiaal, bij manier van spreken. Maar hier zijn de mensen gevoelig. Hè? Zo van, oei, plus... Er is een heel andere... Allee, nu is het ook allemaal veranderd, hè, maar toen... Je had een heel andere cultuur. Hè, zo, ja, en hier houden de mensen hun gedachten meer voor hun eigen. En je weet nooit niet wat ze van u vinden, maar je komt dat wel te weten. Ooit. Hè. En dat was zo van... Ah, dus hier moet er niks zeggen. Of wat, allee, ik vond dat zo een beetje... En de mensen staren veel. Ik heb zo vrienden die hier van Ierland kwamen hier wonen. Hè? Die zijn daar terug in Belfast gaan wonen.
En die zeggen, maar die mensen staren altijd. En dat is like, ik weet dat ook. Als je ergens komt in een café om op te treden ergens in de Vlunders. Ja. Maar ze doen dat bij iedereen. Het is niet omdat ik Alex Agnew zin, hè, of ik, die komt optreden. Iemand die ze niet kennen, dat ze... Ja. Totdat je als Antwerpenaar moet zeggen, zie je me van A.I. Tom of wat? Ja. Allee, zo. Maar de mensen staren veel. Ja, maar denk je aan een joke van vroeger, dat jij vertelde, van dat was zo het soort dorp waar dat er een vliegtuig voorbij komt en mensen erin wijzen. Dat vond ik een hele ja, ja. Ja, niet van hier. Maar dus... En dan heb ik de Vlamingen leren appreciëren. Mm-hmm. Want ik zeg Vlamingen, want Belgen... Allee, wij zijn allemaal pro-Belgen, maar niemand gaat naar de Wallen. Of we weten ook niet wat er gebeurde in Loik of Charleroi. Mm-hmm. Maar ik heb dat zo een beetje leren appreciëren, want ze zijn hier niet zo agressief. Ze kunnen agressief zijn, maar het is eigenlijk in vergelijking met andere landen valt het heel goed mee. En ik denk dat is omdat wij veel te verliezen hebben. Hè? Allee, de modale burger. Ik weet dat er veel mensen zijn die in armoede leven en zo. Tegen mij moet het niet zeggen. Maar de modale mens hier heeft veel te verliezen. Mm-hmm. Dus... en dus die pushen het zover, maar die gaan het nooit niet laten ontsporen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Terwijl in Engeland, als ze zeggen, ik smijt de petrolbom in uw fucking oors vannacht, dan kunnen ze erom verwachten. Allee, snap je? Dus, they don't give a fuck. Dat is like de Polen en de Roemenen en zo. Mm-hmm. Are you fucking with me? Dat was de grootste openbaring, denk ik, voor de Marokkanen op de Turnhoutse baan, is dat je blanken net die terugvechten. Toen de Polen die kwamen worden, want die waren gewoon van boe te doen en dat de Vlamingen wegsprong. En dan komen de Poolse vrouwen die zeggen van, kom maar af, vriend. En dus ik apprecieer de Belgen. Nu nog, hè. Want mensen zeggen, ik mag, als vreemdeling mag je hier geen kritiek hebben. Allee, ik betaal belasting, maar je mag geen kritiek hebben. En hier mag je geen taalfouten maken. De andere Vlamingen taalfouten maken... Dat is allemaal terzijde, hè? Snap je? Dus ik vind dat zo een beetje raar. Dus je leert het goed en het slecht, like in elke land. En ja, ik denk, sociaal gezien, zit je beter af dat je hier woont, als in veel plutsen. Mm. Alleen de lucht waar ik veel last van heb de laatste jaren, de luchtvervuiling en zo is zo fucking bad. Het is untrue. Maar dus we hebben geen natuur. Allee. We hebben een berm tussen de Singel en de snelweg en dan noemen wij een natuurpark. Dus dat is een van de officieel natuurdomeinen in Vlaanderen. Dus, zeg maar, Nigel, okay. Je had ook wel politiek en zo geweest. Als je zo die Engeland, zoals wij dat kennen, valt dat wel op dat ze bijvoorbeeld de klassenverschillen, dat daar extreem was en al veel langer bezig was. Is dat een van de redenen waarom dat je soms bang bent, omdat je dat stilletjes aan hier ook ziet komen, dat we het een beetje achterna doen? Ja, tuurlijk. Omdat je... Ik heb dat gezien, eerste klasse. Allee, zo. Het is degoutant. Ik zal je eens een paar voorbeelden geven op mijn eigen jeugd. En zodat je snappen waarom dat als ik iemand zie met een jeep voorbij rijden of zo van die bruine puntschoenen, dat ik die eigenlijk ter plutse zou willen lynchen eigenlijk. Zo, snap je? Zo. De eerste dag in het middelbaar, in die grammar school. Onze familie, ik was de eerste in mijn familie. En we hebben een grote familie. We hebben geen familieboom, we hebben een haag. Dat is... Ik zeg altijd, dat is een haag vol lege flessen, lege bierblikken en kapotte condomen. Dat is ons familiestambo. En de eerste keer dat ik naar die grammar school ging, ik heb niks gedaan. Hè? Ik was maar 12 jaar. Je komt eraan en ik kreeg s'avonds dingen. Hoe noemen jullie dat? Dat je moet achterblijven. Ja, zo detention of hoe heet dat? Allee, strafstudie. Ja, detention. Ja, strafstudie. Een uur en een half. Weet je waarom? Mm. Iemand heeft mij aangegeven dat mijn regenfrak... Er was iemand anders zijn naam erin genooid. Dus ik wou me dat gekregen van een andere familie. En iemand had mij aangegeven op school voor diefstal. En in plus van mij te geloven, geven ze mij gewoon detentie. Zo ding. Ja. En terwijl je die regenfrak moest hebben. Want als je de juiste uniform niet had, dan kreeg je straf. Dus dat wil zeggen, als die ouders niet genoeg geld hebben om die uniform te kopen, kreeg je al straf. Dus dat was voor mij een les van, in deze wereld, als je niet genoeg geld hebt, krijg je straf. En dan in mij is er iets van, bring it on. Huh? Dus van daaruit begin je zo te denken van, weet je wat, het gaat hier niet lukken. Hè? Allee, ik bedoel, en je wordt opstandig en daarvan komt die
dat geweldspiraal een beetje van, oké, skinheads is tof. Je hebt 6 vrienden. Hè? Zoals een skinhead crew was altijd 6 of 8 man. Dat zijn hun vrienden die gaan vragen door dingen. Niemand raakt toe aan, maar ze weten van, ah, dat is een maat van die gasten. Pas er maar mee op. En dus je zoekt dat op, want dat is uw enigste hou vast nog, hè? Die bende. Dus ik snap heel goed jeugdbendes. Ik snap dat heel goed. Ik snap ook hoe dat je die best eruit krijgt. Hè? Dus, een beetje mogelijkheden geven in, hè? En al de rest. Maar dat klassensysteem is iets degutant. Dat is iets echt degutant. Dat bestaat nu nog. Hè? Bijvoorbeeld als ik Engels praat, dan neem ik een West Country accent. Hè? En dan een arbeidersklasse accent ook nog. En dat kun je heel goed horen als Engelsman. En soms als ik met mijn vrouw op verlof ben in Wales en ze horen dat, dan zie je een aantal van die Middle Englanders, noemen wij die, soort Nigel Farage soort figuren, die bekijken nu alsof de guy een stuk stront zijn. En dan bij mij komt het op van, dan word ik terug die gast van 18 jaar, die, ja, do you want some? Om het cliché dus dan ook te bevestigen. Ja, maar het zit er diep in. Hè? Het zit er diep in, omdat je die meegemaakt gemaakt en denken van, hoe kun je gewoon je beter voelen omdat je toevallig op de een of andere baarmoeders in gedropt waar er veel geld te ropen was. Allee, come on. Ja. Dat is hetzelfde argument. Ik vind dat je moet blij zijn waar je geboren is en opgevoed, maar je moet niet fier zijn. Allee, waar heb je mee te maken? Je kunt fier zijn als je rijbewijs hebt gehad de eerste keer, moet je fier zijn. Okay? Maar dat je geboren zijn in Vlaanderen. Wat heb ik ervan gedaan? De meeste vinden altijd dat stuk van Doug Stanhope, Mutual fucking Fans. Why? Over nationalisme zo goed. Hè? Ik heb dat online nog eens gepost van de week. Als hem zegt van, if it wasn't for us, the French would be speaking German. En hij staat hem eens in bier van, was ik kijk dat? I just checked my phone. Huh? Now, I went to Wendy's last night. I didn't do anything. Ja, Doug Stanhope, die zijn we samen nog gewoon zien in Kilkenny, hè? Weet je dat nog? Ah, klopt, dat klopt. Dat was onder dat Cat Lives Festival geweest, dat was ook fantastisch. Ik herinner mij nog keigoed dat wij eraan kwamen onder dat hotel. Dat was ook met de Fokken, denk ik, was er ook bij. Ja, Fokken en Thomas. Nee, Fokken gewoon. Fokken, ja. Fokken. En wij zitten er en het beste was dat er direct als wij aankwamen aan ons hotel waar wij gingen slapen, want een dag erop gingen we naar Doug Stanhope kijken. En dan die man van dat hotel die tegen ons zei, Oh, I've heard about him. That's a little controversial because he made jokes about pedophiles and that misschien gaat het niet door. Zo daar. En wij zaten van, oh shit, zeg nou, dat niet waar is, dat hier gaat door. Ja. Er was net die pedofilie-schandalen in Ierland met de kerk. En die had daar uiteraard... In dat dorp zelf. Ja, en die in had daar iets over gezegd. Ja. En dat was zo, dat kon niet. En misschien gaat het niet door. Dus wij heel de dag ons aan het afvragen van, gaat die show door, s'avonds? Uiteindelijk gaat dat door. Hè. Wij zitten in zo'n klein zaaltje, ik weet dat nog, en je stapt dat podium op, en het eerste dat je zegt is, I'll get to that kid fucking stuff later. Ja, dat was al, dat was al direct zo'n mega applaus van dat volk dat daar zat. Dat was een fantastische avond, dat weet ik nog keigoed. Ik vind dat een legendarische optreden eigenlijk. Hè? Ja. Maar dat is, bleken ook, heel veel comedians in de zaal te zitten toen van achter. Heel veel mensen die daar meededen aan dat festival. En dinges was daar ook, dat wist ik niet, maar Lebbies, die was er toen ook. Ja, die was er ook. Ja. Dingen, Roel Tulleniers was er zelfs, die van Cultureel Centrum Geel. Die was er ook. Dus dat is een heel veel, dat was een legendarische optreden. Ik ben blij dat ik hem meegemaakt. Maar wat wij ook hebben doorkeken toen was wij hebben die ontmoet nadien. Weet je dat nog? Dat is een legendarische foto van wij met drie. Ja. Ik, jij en hem. En hij is niet zat op podium. Nee. Dat was het eerste dat wij zei achteraf van. Die is niet zat. Nee, dat is die zijn ding, hè. Ja, dat je ook door hebt van iedereen heeft zo zijn eigen houding dat hem zijn eigen geeft. En hij... Je zit er wat pintjes te drinken, maar dat was niet genoeg om zo te zijn, gelijk dat hij deed, alsof dat hem was. Maar dat was wel het coole. Dat zijn excuses, ja. Dat is een excuse van, oké. Ja. Ja. Geen dat hem zijn eigen al optrekt. Nu, zijn jij altijd geïnteresseerd geweest in comedy, van kinds af aan? Zag jij dat graag? Was dat iets waar jij toe aspireerde? Of was dat pas veel later dat jij eigenlijk dacht, dat is wel iets dat ik zou willen doen?
Oh nee, nee, dat is, oef, dat is, ik heb comedy altijd een antwoord gevonden. Hè. Als je, dat is ook zo een cliché, maar het is zo. Als je klein zin en er zijn mensen rond de muur die je liever op je smoel zou kloppen, kun je beter eigenlijk funny zijn. Mm. En dan kun je daar zo een beetje bekampen. En dat is die cliché. Maar ik werkte vroeger, als ik heel jong was, van mijn 12 tot mijn... Just van school kwam, dus 15 jaar, just voordat ik in moeilijkheden kwam, werkte ik in de plotselijke working men's club. En die spelen daar skittles. Skittles is zo'n soort bowling. Mm, ja. Maar ze hebben iemand nodig natuurlijk. Voor die, ja, met van die klein, ja. Met van die klein balletjes. Ja, just, ja. Keihard, houten bollen. Mm-hmm. Fucking ja. Keihard. En ze hebben iemand nodig die die kegels terug recht zet. Hè? Dus je moet kunnen tellen. Dus dat je weet, oké, dat zijn 3 bollen. Nou mag ik... Even, en ik, als je dat verkeerd doet, ik krijg nog een bal tegen dat kloot. Dus en ik moest die recht zetten en ik kreeg er zo een beetje geld van die mannen. Het waren allemaal arbeiders. Hè. Maar er was een luik van achter en je kon kijken in de grote entertainmentzaal. Waar er zo 200 man kwam zitten in Soepen. En er was er altijd zo'n comedian. Mm. Maar dat was zo van die comedians met een vlinderdas en een kostuum van... mijn moeder, schoonmoeder is zo vet, ze heeft haar eigen postcode. Ja. Zo van die soort shit. Ja. Maar ik vond, wij kakken het dikwijls op nu, hè? Maar uiteindelijk, ja, dat was het begin van de comedy eigenlijk. Hè? Dus in Amerika waren ze bezig op die moment met Lenny Bruce en al de rest, maar in Engeland hadden ze nog altijd zo van die music hall gasten, hè? Mm. Van, die in de music halls, hè? Zo, als zoveelste act op de, terwijl ze het podium aan het klaar waren maken voor een orkest, moest een vent komen 6 jokes vertellen of zoiets. Hè? Mm. En dus er waren die mannen, en ik dacht van, dat is eigenlijk wel, je ziet iedereen er zit te lachen en je denkt van, die is fucking cool. Want al de rest hebben instrumenten en al de rest, maar die is tot er alleen. Hè? Mm. Hey, want ik heb dat ook zien op de hand lopen. Hè? De mensen beginnen zo, boo, fuck off, you cunt. Mm-hmm. En zo, en die moest zijn eigen weren en die neemt maar een microfoon. En ik dacht, hey, deze is cool. Want het heeft iets, like de wij hebben, zo alleen tegen de maatschappij, zo het ding. Mm-hmm. Terwijl het heel foute humor was, hè? Maar... Daar ging het niet over. Het ging over de kunstvorm. Hoe fantastisch is dat? Zo'n vent die er staat, of vrouw, mm-hmm. maar die waren zelden toen, met een microfoon. Dat is like zeggen van, oké, je bent een Beerschot supporter, je loopt in Antwerp café binnen en je begint te zeggen van, come on, daar zit je aan een held. Mm-hmm. Alleen ik dacht van, gedurfd. En ik dacht van, ah, dat is misschien... Dat is een hele dunne dus lijn ben... tussen een held en een debiel. Zo. Dat ligt altijd heel dicht bij elkaar. Zo. Ja, ja. Ik denk altijd zo, als de oorlog is, de eerste slachtoffers gaan staan, de comedians zijn, maar die kunnen alle bakkers niet houden. Ja. Die zeggen, ja, oké. Waarschijnlijk waar. Wij kunnen beter babbelen dan vechten, ook 9 van de 10. Dus dat gaat ook al niet lang duren. Vechten doet pijn, hè. Maar ik dacht van, oké, en dan ben ik beginnen comedy volgen. En dan een beetje later kreeg je die eerste komst van wat ze noemen de progressieve comedy. Hè? Dus met al de gasten die nu in de 70 zijn. Die eerste grondlegger, zelfs Ben Elton in een tijd. Absoluut. Iedereen lacht die nooit nu. Maar die heeft fantastisch comedy gemaakt. Zeker. En dus ben ik dat beginnen volgen en zo, bladibladibla. En hier in Vlaanderen, laat ons eerlijk zijn, in die tijd was er geen stand-up comedy. Je had cabaret. En dan had je er 2 soorten van. Je had de soort Urbanus die en de soort Camagurka die. Dat is zo meer de absurditeit en zo. Mm-hmm. En ik wil daar niks zeggen, hè, maar onze generatie was eigenlijk de eerste die begonnen met stand-up comedy. Mm-hmm. Sowieso. Ja, ik vind dat ook altijd als ze dat zeggen. Hè, dat is allemaal heel lief als ze dat zeggen over bepaalde mensen. Dat grondleggers zijn van stand-up comedy. Maar stand-up, gelijk dat ze het kennen, dat is eigenlijk begonnen met ons. Hè. Allee, met gasten gelijk jij ook. Want jij wordt al langer bezig. Ja. Hè, jij en de Raf. Misschien niet in een jaar en een half stil tussen ons. Ja, maar toen word jij voor mij al een gast dat daarmee bezig was. Hè. Ik had al over u gelezen en zo. Jij had Humo's Comedy Cup gewonnen. En dan zat ik nog wat aan te modderen in de scène. Hij zat in Café scène. Op Zoort, hoe heet het, in de scène. Ja, dat was dat. Maar weet je wat ongelooflijk is? Mm. Ik vraag me af of die stand-up comedy ding... Oké, dat is bezig in Amerika en in Engeland al 20 jaar, in Holland en zo. En dan plots begon dat meme van stand-up comedy hier tegelijk overal. Ja. Want wie was eerst Gent of Antwerpen? Hetzelfde. Ja. Dus fucking hetzelfde moment. Ja. Natuurlijk hadden in Gent al die mannen van Studio Kafka en zo, met Gunther en met Pieter Preter en al de rest, die met Kamerhurka nog al geaffilieerd waren. Maar in Bol Infernal, ik ben er eens gaan kijken met Brik van Dijk en wie zat er? Wim Elze speelde toen in een duo. Vrolijk België, met de Randal. Ja. En
En je ziet zo'n aantal van die gasten en je zegt, hey, dat bestaat dus. Ah, dan gaan wij dat eens ook doen. En dan gingen we eens naar de dingen, de Buster. En de legendarische Buster. En dat mocht wel ik zaterdag om middernacht zo eens een 5 minuten komen doen. En dat was toen het de grote markt in Antwerpen broosde. Mm-hmm. Nu niet meer. Als je dat nu gaat doen, dan staat de 5 man nu te kopen. Maar ja, dat was eigenlijk wel plezant dat zo overal tegelijk begon. Ik vind dat eigenlijk wel spannend. En in retrospect, en ik kan nu af en toe, want zo zot ben ik, dat ik in mijn auto stap en ik zeg, ik heb een vrije avond, ik ga naar Engeland, 10 minuten open mic doen. Mm-hmm. Because I'm a fucking idiot. En de niveau daar is naar de kloten aan het gaan. Als ik eerlijk moet zijn, het niveau is zo, je hebt zo de geprivilegeerden, die hebben dat... Die hebben dat kunstjaar naar zich getrokken. Mm-hmm. De gasten met de skinny jeans, you know, I've been to university. Mm-hmm. And I'm like a neo-feminist. Yeah. yeah, but are you a comedian? Yeah. Oh, no, okay. Go home and cry. Dus, en ze hebben nu niet graag als je zo rough and ready zijn. Yeah. And I said, okay. Dus waarom niet meer comedy diversiteit in Vlaanderen? En dat is heel arrogant dat ik dat ga zeggen, maar het gaat niet alleen over mij, het gaat niet over mij, het gaat over Vlaanderen. Wij hebben iets meer comedy diversiteit op dat klein grondgebied hier, als dat je nu vindt in Engeland momenteel. Mm-hmm. Maar beterschap komt, want er is geen geld meer te verdienen. En dus de mensen die altijd zo grunge comedy of garage comedy, zoals ik dat noem, mm-hmm. willen doen, die doen dat. Want het brengt toch niks op ja. dat je de clichés volgt. Who wants to be on the Apollo? Fuck it. Come on the Apollo, dat is de meest... Mm-hmm. Dat is geen comedy. Ja, het is zeker niet meer leuk als je voelt dat als je op zo'n programma moet terechtkomen, dat je zo een bepaald soort comedy moet hebben, dat je eigen moet opkuisen, dat je bepaalde dingen niet mocht doen. Ja, dat is gewoon niet waar een comedian voor staat, voor mij. Hè. Dat is gewoon absoluut niet wat je wilt dat het is. Nou, je hebt er natuurlijk meer dan genoeg die dat wel willen doen. Hè. Wij hebben niet zoiets hier in België, denk ik. We hebben dat misschien even gehad met Comedy Casino Cup. Maar nu is er ook niet echt een tv-programma waar je naar kunt aspireren om op te komen. Hè. Dus en ik denk dat dat waarschijnlijk goed... dat is goed voor comedy waarschijnlijk. Hè. Dat wij gewoon, wij kunnen gewoon blijven doen wat we willen in een zaal. Hè. Omdat je niet de neiging hebt om te zeggen, oh ja, dat groot programma, ik moet zien dat ik daarop geraak en dat ik een act heb die dat daarbij past. Of zo. Dus dat is op zich nog wel een goede zaak, denk ik. Maar de lieve Scheire wist mij dat ook te vertellen. Toen ik in dingen was met hem in Edinburgh, denk ik toen eens gaan kijken naar een van zijn science comedy dingen dat hij daar toen deed. In het Engels, en die vertelde ook wel dat hem daar zo één grap had verteld op podium over deze raket die zo simpel is dat een vrouw ze ook kan besturen of zoiets, had hij gezegd. Oh nee, fucking hell, en die kreeg meteen een mega negatieve recensie in de krant van de shocking misogynism en zo. Dat je denkt, zijn dat de dingen waar je nu mee moet bezighouden als je comedy gaat doen? Ja, daar moet je mee bezig zijn. Mm-hmm. En daarmee hou ik iets meer van Amerikaans comedy als van Engelse comedy momenteel. Mm. Maar er zijn een aantal gasten die terug naar boven ontklauteren zijn in Engeland. Want er is geen geld meer te verdienen. Mm. En ik zeg niet dat iets goed is, maar soms kan geld de kunst naar de kloot helpen. Mm. Snap je wat ik bedoel? Mm. Als het te gemakkelijk komt, dan... En in Engeland, er was sowieso al niet veel geld in comedy. Want ik heb ergens gaan optreden en die zeggen, oh, we vonden het goed, je kunt komen headlinen volgende. Ik probeer te verdoezelen dat ik mijn geld ermee verdien in België, mm-hmm. snap je? Want anders is er precies een dikke nek die eraf komt en een halte zo van dag één. Ja, ja. Dus, maar die zeggen, oh, ik ga zeggen, goed, als je wilt, volgende keer kom er terug, headlinen, je krijgt £75. Ja. Dat is bijna €90. Mm. En ik denk, wauw. Ja. Step in the good direction. En denk van, fucking hell, man. Die gasten, dat zijn helden, hè, die dat jarenlang doen. Mm. Ja, je merkt ook heel vaak dat als je babbelt met veel van die gasten vandaar, als je het niet hebt over de sterren of zo, hè, de Michael McIntyres of zo van de wereld, maar als je het dan net over de gewone gasten daar. Ja, er zijn veel comedyclubs in Londen bijvoorbeeld al. En je hebt gasten die dat daar gemiddeld 3 tot 4 shows per avond gaan doen. Hè? 4 sets om daar een klein beetje geld om te verdienen. Ja, tuurlijk. Dus... Ik heb gasten gehad in stand-up Antwerp hier in Engeland. Die Tanya Lee Davis, hè? Dat werkt, madame.
En mag ik dwerg zeggen? Ze is een klein fucking madame. En zij noemt haar eigen een dwerg. Op deze dus, podcast mag je dwerg zeggen, Nigel. Nee, maar zij komt op het podium. She says, I know you're staring, but I'm a fucking dwarf. Get over it. Ja. Dus zij is zelf zo, dat is een Amerikaanse of Canadese. Maar zij is op de Apollo geweest. Ja. Dat is £500 of zoiets. En dan, dat is niks, hè? En ze komt naar ons voor €200 of zoiets. Snap je? Ja. En je zegt van, wauw. Wat mensen zeggen dikwijls, die zullen dat tegenaan zeggen, die zeggen dat tegen mij. Ze zeggen, oh, als je zo goed bent, waarom ga je niet naar Engeland proberen? Mm. Why the fuck would I want to do that? Ja. So, ik doe het soms voor de lol. En voor te zien, eigenlijk voor naar anderen te zien, op de basis en open mics, dus over te zien hoe dat comedy aan het evolueren is. Dat is zo meer, dat is ook interesse. Maar waarom wilde je dat gaan doen? Ik heb zo'n heel grappige anekdote erover van vorig jaar. Dus ik heb een valse naam verzonnen voor mezelf. Omdat... Oké. Okay. William Nigel. Ja, nee, de gast Tony Wills. Tony okay? Wills, oké. Okay. Ja, maar ik heet Tony met mijn tweede naam, hè, Anthony. Dus, ik ook, niet dat zo is keihard van funny. Ik ook. Ja, maar als je ja, ik ben Alexander John Anthony. Maar er zit ook een Anthony okay. in, ja, absoluut. Ja. Ah, oké. Okay. Maar er was een comedy festival near Bath. En die hebben zo'n comedy wedstrijd voor beginners. En ik had zoiets in mijn kop. En mijn vrouw zegt altijd zo, doe maar. En die laat mij doen. Ze had me beter tegengehouden. Ik zeg, ja, ik ga meedoen aan die comedy wedstrijd. En zij zegt, waarom? Dat is voor beginners. Ik zeg, ja, maar het is fun. Ja. Ik zeg, ja, maar ik wil een andere persona zijn. Ik wil... dus het leek een goed idee. Ja. Maar de gast die het organiseert, die kent mij eigenlijk. Ik ging er niet aanwezig zijn, maar die kent mij. Want vroeger boekte ik artiesten van mijn club hier, VIM. Dus ik moest ermee oppassen. Dus ik wou niet... Dus ik checkte vooraan, oh, zit ik in Bath volgende week? Want ik zit mijn familie aan het bezoeken. En misschien kom ik af. Nee, ik ben er niet. Dat is fucking right. Ik schrijf mijn eigen ervoor in. En dan... Ik schrijf naar mijn familie en een aantal vrienden in Bristol. Van, hey, ik zit in Bath die avond in een comedy wedstrijd. Als je wilt, kom eens kijken. Dus er komen een aantal van die mannen af. Zorpen en mijn familie niet. Dat interesseert hen niet. En, dus je komt er binnen en er zijn 7 man in die line-up. Alleen mensen, moeten we nu zeggen. En er was ook een gast. Dat is geen transgender of niks, maar dat is gewoon een good old trans. Transvestite, ja. Transvestite. Die bestaan tranny. Eigenlijk niet meer. Hè? Zo, Nee, maar deze wel. Ja. Okay. Want ik had er bij backstage gezeten, want ik moest een terret van zijn kleed nog vasten. Maar wat is de truc met deze jongen? Die heeft echte tetten. Hè? Dus die is nogal vet, maar die heeft echt implantaat. Allee, dus die heeft zijn eigen heel fucked up gemokt voor zijn act. En dan loten ze. En ze hebben geloten en die gast kwam voor mij op het podium. Ik was geloot als laatste. Dan was Zach. Er was een room vol studenten. Zo van die, oh, we're so offended. Ja, if ja, you. Ja, ja. En don't clap, maar doe jazz hands. En, want dat is een trigger. En dus ik zit aan een paar van mijn molten van achter, zo 60-jarige skinheads, die zo, zorpen. Dus die waren nog stront zat tegen het aan mij was. Maar dus er waren een aantal gasten heel goed. Goeie comedians, jonge gasten. Die zeggen, ah, dat is een fucking de nieuwe lichting. Gasten van 17 jaar. En heel goed materiaal, keihard. Want die kregen amper applaus. En ik dacht, dat vind ik raar. Want die studenten zijn van, amai, die zijn ze grof. En dan, het was pauze. En dan die travestiet en dan ik. En ik dacht, eerlijk gezegd, ze ken 20 jaar ervaring. Come on. Yeah. Als je deze niet haalt. Yeah. But as always, I know how to fuck it up. Maar eerlijk gezegd, die travestiet moet ik op voorhand zeggen, toffe vent. Echt een toffe vent. Ik was ermee aan babbelen. Die zei, luister, ik doe deze travestie-show al jaren. Ik schrijf me in voor wedstrijden. Ik wil er ook maar geraken en geld verdienen. Allee, dus, ik snap het wel. Maar die komt op met een show dat ik dacht van, what the fuck? En what the fuck had dat te maken met stand-up comedy? Dus die in een keyboard... En die al die classic fucking musical songs van... Nee, did it my way. En zo al die fucking shit. Zijn fucking apotheose is dit.
die zet een liedje op wat hij hem karaoke op doen. Er zijn confetti cannons, zo tweeën, van voor, die over dat publiek van 35 man gaspijen. En ik moet erop gaan nou, man. Dus die confetti cannons beginnen te gaan en I say, now a surprise for you all. En die doet zo. En die een echte tetter. Ja. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Want dan doet hem zo met velcro. Die laat ze lul zitten. Dus tetten in de lul. Ja. Dus ik kan er niet tegen. Ik kan er niet tegen. Ik dacht, oh. En mijn mate om een toe. Fucking right. Tetten in de lul. Ja. Allee. Dus ja. Ik dacht, you ain't gonna win this, brother. Dus ik, ondertussen had ik wel pinten gedanken. En ik had, pas op, je zit er fucking 7 uur voor onderweg, hè, vanuit de graan. Mm. En ik dacht, what the fuck. Dus ik dacht, oh. En ik kwam op en ik ging direct in dialoog met het publiek. Ik zeg, dat is heel goed, hè? But that's fucking tough an act for me. Ik begon zo MC te spelen. Hè? Met zeg, tough an act, hè? Maar weet je wat ik niet snap? Waarom? En zo naar een aantal van die snotstudenten. Waarom had die hele niet gelachen met die gasten van Wales hier in het begin? Die waren toch goede comedians. En jullie zitten van, oh my god. En er is een vent die doet alsof het een mevrouw is. En jullie vinden dat fantastisch. What the fuck? En ik begon er zo tegen. Hè? Dus, wat eigenlijk niet wedstrijd minded. En ik had zo'n joke van... Ik had zo'n joke van... oh ja, nu weet ik wel wat ik wil zeggen. Ik zei, dan denk ik, die is niet woke. Ik zeg, ja, ik was wel woke, maar ik heb aan zeer vergehoord en ik heb de snooze button gedrukt. En dat was eigenlijk van... En zelfs mijn molten om en toe, die stonden zo van, maar die snappen niks van die argumenten. Die dry Welsh gasten, die vallen dat heel goed. En de rest van het publiek keek. Ja. Als ik van het podium kwam, dat was het. En nu de overbodige vraag, heb je gewonnen? Nee. Ja. Wie heeft dat eigenlijk gewonnen? Die Travis Tate. Ja, oké. All right. Yeah. En dan werd wel een goed. Dat is goed voor hem. Ja, maar zo'n toffe gast. Ik heb er niks tegen hem. Maar het gaat over van, wat kom de gillen niet doen feitelijk? Allee, dat is zo... Ja... En dat was zo de zoveelste bevestiging van, je mag nooit het publiek gratis binnenlaten. Snap je? Iets, ja, dat is een absolute waarheid. Als ze nergens voor betaald hebben, dan is het meestal... dat is het slechtste idee, het gratis publiek. Dat heb ik ook altijd gezegd tegen Comedy Casino Cup, maar de lusterde die ook niet, hoor. Dat ik zeg, in de helft van die... Allee, toen met die opname voor de tv, hè, dan was dat heel vaak, dat was nooit betalend publiek. Hè, dat ik ook zei, Lottie, betalen. Want je dacht, hopeloos volk dat hier komt zitten anders. Klopt. Ja, klopt. Dat is één regel in comedy voor mensen die dat organiseren. Als we ooit nog gaan mogen optreden ergens. Allee, want dat is de vraag, hè, voor de toekomst. Ja, inderdaad. Hoe zie jij het eigenlijk? Want het is natuurlijk, jij bent toen met Accident de Parcours hadden gezegd, deze is mijn laatste zaalshow. Ja, maar ik doe al klein optredens. Ja, ik weet dat jij sindsdien... nog altijd speelt, hè? Maar het is, ja. Wat is er veranderd? Waarom zeide jij ineens van, fuck, avondvullend, ik heb er geen zin meer in? Ja, ik had geen zin meer in. Hè. Er zijn maar zoveel culturele centra's in Vlaanderen. En je hebt die allemaal 2-3 keren gezien. En je denkt, heel sympathiek, toffe mensen, al de rest. Maar fucking hell, maat. Want je wordt die snel in een dingen gedrukt van, oké, deze is uw show. Accident de Parcours. Waarover gaat het? Moet het een thema hebben? Terwijl in andere landen zeggen ze alleen maar, het is een special of zoiets. Dus je doet om de 2 jaar een nieuwe show en niemand vraagt, wat is de titel? Wat is de inhoud? Snap je? Je doet gewoon een show, een stand-up comedy. Eigenlijk zo wij allemaal, zo met de zin, Alexander Agnew, stand-up comedy Ian, stand-up comedy 2, ja. Of zoiets. Ja. An evening with. Ja, en hier moet je altijd zo van 2 jaar op voorhand fucking foto's laten trekken voor een brochure waar niemand leest. Maar je moet wel een tekst over je show hebben en zo. En ik zeg, ja, dat is niks voor mij. Dat is, ik ga iets anders doen. Want je kunt het blijven doen, maar je moet je eigen afvragen waarom dat je het aan het doen bent. Je moet plezier in hebben. En eerlijk gezegd, ik ben terug naar de cafés gegaan in de kleine zalen en alles. Ik heb mijn eigen nooit zo goed geamuseerd. En weet je waarom? Omdat ik al die jaren ervaring heb en nu kan ik pas genieten van het publiek in zo'n kleine ruimte. Ja. En je weet ook hoe dat je die kunt bespelen en dit en dat. En ja, het is veel bevrijdender, vind ik. Het is niet voor iedereen ook, maar ja, we proberen allemaal zo'n gat te vinden waar wij in passen. Hè?
Dus voor mij is dat... Ik had zo'n gevoel, toen ik dat hoorde en zo... Ik vraag me dat nu af, omdat ik toch nog een paar jaar jonger ben dan jij. Maar ik merk wel van, ja, is dat leuk dat je op een leeftijd zit, dat je eigenlijk, of voelt dat zo, dat je eigenlijk zoiets zet van, I don't give a fuck, I don't care anymore. Ik kan gewoon doen wat ik wil, ik moet nergens niet meer in zien. Ik ben eigenlijk in principe op pensioen, maar ik moet mij er niks van aantrekken nu. Nee, dat is het niet. Het is meer van, ik had deze gevoel hier om mijn leven, maar nu, voor een of andere reden, zeg ik, oh, weet je wat? Allee, ik heb zo diep onderzoek gedaan de 2 jaar voordat ik stopte. Hè, van, what the fuck? Allee, ik voel me niet gelukkig altijd. Je hebt goede optredens, je hebt mensen die het goed vinden en zo. Maar je hebt zoiets van, dat knaagt diep van, ja, het is toch niet... Allee, ja, je kent het, hè. Soms is het... Soms moet je toegeven aan jezelf van, ik ben dingen aan het zeggen dat ik niet 100% achter sta. Ik vind die oké. En soms ben ik toegevingen aan het doen, zodat ze zo lachen, halverwege, in plaats van door te... Wat Jeroen Leenders veel over babbelt nu ook. Die soort ding. En dan zeg je van, wat? Doe maar. Gewoon talk, walk the fucking walk. En man, zeg, stop dat te zeveren. Het is meer een ambras met mijn eigen van, blah, nee, maar doe dat niet. Hè. Stop ermee dan, hè, als het je niet gelukkig maakt. En dus dat is niks tegen de cultureel centrum, zo, want die hebben heel veel artiesten, wij allemaal, een platform gegeven dat we... Ja, anders had stand-up comedy nooit niet zo een indruk gemaakt zoals we dat nu kennen. Hè? Dus bedankt aan hun, maar sorry, this is where the divorce happens. Hè? En nu doen ik terug shows tot 150, 180 man. Dus nu is in het cultureel centrum die heel klein zaaltjes hebben. En dan kun je daar wel gaan. Ja. Hè? En... Ik vind dat tof en dan heb je iets meer dialoog met de mensen. En je kunt rustig op je gemak doen en zeggen wat je wilt. En ja, ik vind... Voor mij is dat zo'n openbaring. Ik heb meer energie en meer zin om te spelen dan ooit tevoren. En ik heb zoiets van, oké... Ik heb een fantastische carrière gehad, want... Deze crisis bijvoorbeeld, dat gebeurt op het einde van mijn carrière. Ik moet niks meer afbetalen, hè? Allee, ik heb niks om af te betalen, behalve mijn auto. Maar ik wil maar zeggen, dat is goed timing. Maar ik was ook laat begonnen. Hè? Ik was 40 voordat ik begon aan comedy. Ja. So what the fuck? Dus meestal stoppen dan of zo. Maar ja, als je dat bekijkt, ik had dat veel eerder moeten weten. Maar je kunt het niet weten zonder het te doen. Ja. Dat is like tegen, als je leert fietsen of vechten of boksen. Of het is gelijk, wow. Je hebt op latere leeftijd skills die je anders doet denken. Omdat je juist die slechte momenten hebt gehad, hè, zie je? Dus, maar ik had zo moeten beginnen, eigenlijk. Ik denk, weet je komt door de fabriek, je weet niet wat een podium is, laat staan hoe je een microfoon moet vasthouden, de een of andere, niet manager, maar een soort gast die je advies gaat geven, zegt, oh, je moet dat doen, en verder je weet, zit een half een soort slechte cabaret aan het doen, in plaats van stand-up comedy. En je denkt, oh, zo moet dat dan. En dan verkoopt je en krijgt geld binnen, en verder je weet, zit je zo... Ja, je hebt dan die kruispunt de verkeerde weg gepakt. Ja. Is dat het gevoel dat jij had bij veel van uw avondvullende shows? Zo, na de penismonoloog? Dat was overduidelijk. Ja, ik deed die graag. Hè? Ja. Want penismonoloog was zo'n soort cabaret. Allez, zo. Maar bon, ik heb nou al 300 en zoveel keren mogen spelen hier in Holland. Mm-hmm. Dus ga ik erover zorgen? Nee. En je leert podium skills, terwijl je ermee bezig bent. Want ik had dat niet. Ja. Ik had geen klassieke opvoeding. Hè? Dus als lasser, ik weet niet dat je kunt lassen, maar... dus als die microstatief naar de kloot is, geef het mij. maar voor de rest geleerd er wel wat. Hè? Maar na een tijd, en dat duurt even, zeg je van, maar wat wil ik nu? Hè? Wat wil ik nu? Deze is niet mijn ding. En ik merk hoe langer, hoe meer dat ik... geef mij een café waar je binnenkomt. En het is 11 uur s'avonds, je moet nog beginnen en iedereen is zat en nobody gives a fuck. En het is een rumor dat je zegt, deze kan twee richtingen uitgaan. En ik voel mij in mijn sas. Dan zegt ze van, bring it fucking on. En dan nog altijd, terwijl de laatste jaar in cultureel centrums, ik moest mijn eigen pushen om in mijn auto te stappen s'avonds. Eens ik er was het oké. Maar dat was zo van, oh, je fucking jongen. En hoeveel mensen gaan abonnees zijn die toevallig naar mij komen, maar ze nog hier een show op overschot hebben op een kaart. Allee, snap je? Dat is dat. Want niet iedereen snapt ons humor, hè, maat? Allee, ik weet niet of je het al... Ga je weten?
Maar niet iedereen snapt dat stand-up comedy is. Nog altijd niet, hè? Ja. Soms zet ik iets op Facebook en Twitter en mensen wijzen mij op het feit dat dat eigenlijk een joke is. Ja. Ik zeg, I know. I write it. So, it's what I do. Right. Ja, ja. Ja, dus... Ja. Dus in de cafés is zo vrij immediate reaction. Zo. Je hebt geen recensies nodig in de kranten. De mensen aan een talk doen dat zelf. Oh, die hadden sowieso niet meer nodig. Allee, ja, die een tijd is echt voorbij. Allee, toch zeker, ja, zeker hier, vind ik. Zo, allee, ook zeker vanaf een bepaalde grootte. Hè. Als je een bepaald ja, status echt... hebt, dan kunnen ze ook niks niet meer maken met hun recensie. Dat doet er ook helemaal niet meer toe. Ja, dat is natuurlijk een luxe positie. Misschien... Als je heel onbekend bent en je moet het hebben van die recensie in de Standaard of in de Morgen, ja, om je show verkocht te krijgen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar is dat zo? Ja, dat weet ik ook niet. Dat maken we onszelf altijd wijs. Hè? Maar ik weet ook niet hoeveel extra zetels dat een goede recensie mij ooit heeft opgeleverd. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik zeg altijd, wordt er een Pulitzer Prize uitgedeeld aan een goede boekbespreking? Nee, hè? Nee. Die een boek kreeg het. Ja. Niet de... ja. Dus wij geven die mannen een job, dus dat is goed. Dus eigenlijk zouden ze een beetje commissie aan ons moeten geven. Maar voor de rest, ik blijf er niet te veel van wakker. Maar ik ben nu wel mee ouder te worden, zo meer gaan proberen op te maken wat het in ons kop allemaal speelt. Mm-hmm. Zo veel meer, zo van die podcast luisteren, like Sam Harris, en dan er is een nieuwe wat ik beluister, zo Douglas Rushkoff, dat heet Team Human, dat is een hele goeie. Maar dat gaat meer over, dat is like Sam Harris in meditaties, dat is niet zo spiritueel, de fucking Boeddha en al de rest. Het is meer van, nee, nu is dit aan het gebeuren in uw hoofd. Ja. Yeah. En dat is eigenlijk wel cool. Want als je dan wakker wordt, like ik, en je zit 4 op de 7 dagen kwaad over iets, je kunt eigenlijk zo vragen ze van, waarom ben ik kwaad eigenlijk? Allee, wacht even, welke gevoelens heb ik in mijn kwaad maken? En waarom is, van waar komt dat? En je kunt, dan begin je te lachen met je eigen. Zo van, nou ja, je fucked up. Dat komt van iets van vroeger, dat heeft niks met nu te maken. Snap je? Of je bent eerlijk tegen je eigen en je geeft gewoon toe dat je kwaad bent omdat je iets over je eigen niet wilt toegeven. En je zegt dat dan, maar je wordt dan kwaad op iemand anders. Dus, ja, dat... maar je mag kwaad zijn, hè? Dat is ook... Ik ben nu kwaad. Anger is a gift. Ik ben eigenlijk niet kwaad. Ik ben met niks kwaad. Ik vind die lockdown eigenlijk boter de miserie van die ziekte. En er is heel veel miserie in de maatschappij nu met mensen die geliefden hebben verloren en niet mogen afscheid nemen en al dat. Maar boter al dat, die lockdown op zich... I've been training for this for years. Dus er niks doen. So. Ja, dat is wel een van de dingen waar ik keigoed in zin in. Geen kloot te doen. Zo. Allee, ja, ofwel ben ik mijn eigen druk aan het maken dat ik niks aan het doen ben. Dat kan ik ook hebben. Hè, zo momenten dat je onrustig bent. Maar ik kan ook wel perfect in de zetel gaan zitten en een comic lezen. Ik merk alleen dat zelfs als er geen enkele andere optie is om iets te gaan doen... dat mijn vrouw nog altijd wel naar mij kan kijken met een blik van... zou je nou niet iets aan het doen moeten zijn? En dat ik dan denk, maar er is hier niks te doen. Zo, en uiteraard is er altijd iets, maar ik heb geen zin om mijn kelder te gaan opruimen. Sorry. Het is misschien de ideale tijd, maar ik heb er geen goesting voor. Wat de mensen vergeten is, wij zijn comedians. En comedian is nooit niets aan het doen. Hè? Dat kop daar raast like zot altijd. Dat is het beste excuus ooit. Ik zeg dat ook altijd. Schat, ik ben hier aan het werken. Dat is allemaal in mijn kop aan het gebeuren. Wat gebeurt er nu een kop als je naar het televisieprogramma kijkt? Ja, dan denkt erna over dat programma. Of amai, dat trekt hij op geen kloten. Allee, zie wat hij daarna net. Allee, wat denkt hij daarna? Allee, zo. Maar eigenlijk, je zit die mensen niet aan het criticeren. Je zit humor aan het zoeken. Zo van, klopt er iets van wat ik kan zeggen? Kan ik dat gebruiken op podium en zo? Snap je? En dat stopt niet. En ik ben... Ik kan sowieso niet zitten. Hè? Of als ik in mijn hof bezig, of ik zit nu... Like nu, zo bij podcast elke dag 15 minuten en dit en dat. En wat is uw podcast geleest eigenlijk? Zit jij wat te vertellen met wat dat jij bezig bent? Of interview je? Want ik heb ook zo'n stuk gezien dat jij zo comedians doing nothing. Dat is iets nieuws. Dat je zo aan het interviewen wordt. Ja. Tweede week van de lockdown. Ik dacht, moet dit doen. Ik heb hier een camera. Ik heb een deel. Oh, well, ik ga dat doen. zonder voorbereiding. Je kent dat, hè? Want voorbereiding is werken. En fucking hell.
Nou, maar nee, dat is ja, een comedian. Ja, hier zit ik met mijn vraagjes in, Nigel, luistert. Oh, maar ja, voor Brian Terug. Ja. Nee, maar voor mij is het zo van, oké, 20 minuten zoiets, je belt naar iemand op Skype, je neemt dat op, smet dat op YouTube. Niemand kijkt op YouTube. Als je dat zet van YouTube op uw Facebook, dan kijken er veel meer mensen. Hè, snap je? Mm-hmm. Als je gewoon die basic file op uw YouTube, uw Facebook page zet, dat vind ik bizar. Ik kan zo heel slechte dingen maken voor op YouTube. En je krijgt er zo 40, 50 kijks of zoiets. Omdat ik er ook geen reclame voor maak. Maar als ik zet die reclame ervoor, dus ik zet die in integraal, die delen ding van YouTube op mijn Facebook, krijg je zo 60, 70 mensen die dat liken. Mm-hmm. Maar blijkbaar hebben er nog maar 40 van gekeken. Yeah. Dat snap je? Ja. Yeah. Dus dan zegt hij van, dat is die ene grote bedrog bezig in heel die social media ding. Hè? Dus, en dat vind ik dan meer interessant als wat anders om te doen. En ja, ik heb een aantal mensen in Boterland geïnterviewd van, hoe is de lockdown in Zweden? En hoe is de lockdown in Duitsland? En uiteindelijk is het allemaal zelfs de comedians die thuis zitten in een hol te krabben. Maar, en wat ik wel gemerkt heb, ik heb één keer geprobeerd om dat stand-up comedy live te doen vanuit de huiskamer. No, nee, man. Nee, that is I could have told you that without having done it. Dat is echt zo van, come on, man, dat is verschrikkelijk. Dat je dat je eigen aandoet, man. Nee, maar dat is zo van, nee, maar ik heb het niet meegedaan. Okay, ik zat zo gezegd in het publiek en die gast zegt, als je geroepen voelt. Yeah. Maar je ziet alleen, like, the easy, hè? Klein schermpjes. En de ene is aan het kijken en zijn vrouw loopt achter hem. Zo van, en een hond loopt voorbij en de kinderen. En dan zegt, what the fuck? En Adam Field zei dat tegen mij. Hij zei, waarom wil je naar zoiets kijken? Terwijl je op Netflix kan gaan of in je DVD-kast. En je hebt alle beste comedians ter wereld. Yeah. In optimale omstandigheden die fantastische comedy brengen. Dat is like zeggen, ik ben een voetbalfan, dus ik ga naar twee idioten kijken die een bal tegen een boom aan shotten zijn in het park. En die kunnen ook niet heel goed shotten. Ja, de ene neemt maar één voet. Allee. Maar ik heb zoiets van, nee, wat hebben wij moeten doen? Jonge comedians in elk geval, wat is er nu moeten doen? Plan A kennen ze, dat is alles wordt terug hoe dat was. Plan B is dat wij in een nieuwe tijdperk terechtkomen. En dan moeten we zo die plan B voorbereiden. Van stel de voor dat deze de realiteit is altijd. Wat ga ik doen? Hoe ga ik mijn creativiteit uiten? Yeah. Waarom moeten we er niet echt mee bezig zijn? Want dat is niet meer voor ons. Hè? Allee, bedoel, als ik te diep inadem en als ik boter ga, en ik doe het voor in de week. Hè? Want ik ben een fucking risicogroep. Dus, ja, ik ben ook een klein beetje jonger, Nigel. Het begint toch ook al te gaan, maar... Ik ben nog maar 47, dus ik heb zoiets van, ik heb nog even tijd of zo. Maar dat is wel waar, ja. Je hebt natuurlijk je ding gedaan en zo, maar toch, ik vraag mij dat ook even, in welke omstandigheden dat het gaat verder gaan nu, hè. Want je merkt ook, ik zat midden in een tour, en er zijn shows die dat afgezegd zijn en die dat dan verplaatst moeten worden, maar onder welke omstandigheden gaan die doorgaan, hè. Dat is ook... hetgeen we al over gebabbeld hebben. Als je begint te babbelen over zalen, waar ze zeggen twee stoelen tussen elke persoon en een rij leeg tussen alle... Ja, dat zijn rare omstandigheden. Hè? Dan ga je van 800 in de Arenberg tot amper 200. Ja, 200, ja. Inderdaad. En ook allemaal uit elkaar, hè? Want dat is ook het zotte eraan. Nu, pas op, ik bezien dat wel. Ik bezien dat als een challenge. Hè? Ik vind dat leuk of zo. Als ik voel van... Niet, dat is niet leuk voor uw portefeuille, maar dat is toch niet de enige reden waarom dat je het doet. En dan zou ik denken, dan moet je zien dat you can make it work, hè. Dat je echt kunt zeggen van... Ja, maar er is een andere zijde ook, hè. Er is een andere zijde van... Als je er 3-4 keer staat, dat is 3-4 keer 800, dat is 2400 man of zoiets. Dan ga je de Arenberg moeten afvuren 2 weken. Ja. Maar dat is 2 weken dat niemand anders er kan komen. Ja. Snap je? Ja. Dus... En dat is een logische ding. Dan dus ga je hebben geen musicals. Hole mee in, Nigel. Nee, maar daar ga je niet over. Daar ga je niet over. Het gaat over van die eel die je speelt moet er rendabel zijn. Ja, dat is waar. Maar dat is het grote gesprek ook. Hè? Omdat er CC's zijn die ook denken dat als je voor zo weinig geld de deur open doet, dat die meer verliezen mee open te doen en mee het eigenlijk dicht te houden. Terecht, hè? Dat is een economische vraag. Allee, ik zeg altijd, want ik organiseer zelf comedy, allee, of organiseer de... We zullen zien. Er moeten 3 partijen content zijn. Hè? Die comedian moet content zijn, de organizer en het publiek.
En als die een driehoek niet klopt, dan valt dat ineen. Ja. Dus je kunt moeilijk aan de mensen zeggen, ja, maar jij is in maar 200 van de 800 die moet komen, dus nu ga je 100 euro betalen. Ja. Die gaan zeggen, wat ga ik in? Dus, of wat gaat het doen? Ja, de komiek moet komen voor 80 euro. Allee, snap je wat ik bedoel? Ja. Het rekensom gaat niet meer kloppen. Mm-hmm. En mensen die kleinere zalen doen, stel je voor dat je zo in de kleine zaal van de Arenberg, waar het veel wordt geprobeerd. Ik doe dat zelf om de 6 maanden, was ik bezig de laatste 3 jaar van om de 6 maanden een nieuwe show van een uur te doen. Mm. Dat zijn maar 100 plaatsen. Dus je gaat daar 25 man kunnen zetten. Ja. Ik moet er gaan bijliggen voor die elektriek te betalen. Dus dat is de vraag. Ja, dat is het. Hè. Dat is het. Dat is, ja. Ja, ik vind dat ook een hele rare. Zo, want tegelijkertijd wilde wel spelen. Ik ben niet iemand dat het mindere publiek mij gaat laten tegenhouden. Maar als ze tegen mij zeggen, het kost ons meer om u hier te laten optreden dan om het niet te laten doorgaan. Ja, dan kan ik niet veel tegen inbrengen natuurlijk. Dus maar iemand zei tegen mij op Facebook, oh, dat is goed voor jou, want ga je gewoon de laatste 2 jaar van kleine venues te doen. Ik zeg, maar nee. Dus, die social distancing, dat gaat ook toegepast worden in cafés en al. Dus, what the fuck? Allee, bedoel, we hebben allemaal eens een keer in Holland geprobeerd bij onze shows, dus we weten ook hoe dat het is om voor 12 man te spelen. Hè? Maar die zitten dan allemaal nog bij elkaar meestal, dat valt dan nog mee. Ja, zo, als je die dan ook nog eens allemaal uit elkaar trekt, dan wordt het helemaal hilarisch. Ja. Denkend inderdaad beter thuis zitten en tegen de muur babbelen. Mm. Snap je wat ik bedoel? En dus dan denk ik van, oké. Ik weet niet wie dat onderzoek aan het doen is naar een vaccin, maar ik geef die gast al mijn spaargeld, want fucking hell, mods, boy, doen. Want this ain't gonna work. Yeah. Allee, en er zijn ook een aantal andere dingen. Like, ik moest normaal nu in augustus de comedy stage op Ziggit Festival doen. Ja. Fucking cool, dacht ik. Hè? Dat is een van mijn, wat is er nu meteen, een bucketlist van. Als ik dat kan doen, I'm a happy motherfucker. Yeah. Ja, dat valt weg, hè. Yeah. al die soort shit die je zegt, oké, dat is comedians die ontbleten zijn, dat zijn mensen die ook problemen hebben met alles. Je moet de kat de kat noemen, dat is uw passie, dat is wat ik doe. En we gaan het allemaal moeten herdenken en herbronnen, en dat is niet zo simpel. Dat is niet zo simpel, want het maakt niet uit dat je hebt nog 200 man, ja, maar ik zie maar 20 ervan. Allee, we weten allemaal hoe dat is. In ons beginjaren, als we zo ergens kwamen, en die hadden ze van die parochie tafels gezet in een zaaltje, en daar zitten 3 man. Wat was de eerste die wou zeggen? Doe die tafels weg en zet die stoelen van voor. En zit allemaal eens goed dicht bij in. Want ik kan voor 20 man optreden, ga je ook. Maar dan moet die 20 man wel dicht bij in zitten. Ja, en dat gewoon niet zin. Dus dat is dan hetgeen waar ik van... Ja, dat bezien ik dan als de andere uitdagingen. Dan denk je, oké, hoe kregen die allemaal mee? Als alles qua sfeer al niet mee zit van in het begin, ja, dan wordt dat terug een beetje vechten. Hè? Maar misschien is dat ook nog niet zo slecht of zo. Misschien worden we er toch weer beter van of zo. Je wordt zenuwachtig en je timing is fucked. Ja. Je weet, zelfs de groten der aarde, die weten hoe dat is, als het joke niet valt. Dat je begint te panikken. Je zit nog altijd aan het babbelen. Dat is wat de mensen niet snappen van ons denken. Je zit nog altijd uw show aan het doen. Ja. Maar de eerste zullen dan denken, die fucking eerste joke, waarom is dat niet gewerkt? Ja. Die hebben mij niet geren. Die moeten mij niet hebben. En dan begint die show te disintegreren. Ja, zeker. En dat is niet alleen bij mij of een beginnende in een open mic circuit of zo. Toen ik mocht een voorprogramma doen van Bill Burr en die mensen stonden recht. Hè? Mm-hmm. Die komt backstage, de eerste dat hem zei van, the beginning was fucking shit. Yeah. En ik zeg, allee, ik heb nooit zoiets gezien in mijn leven. Dus dat niveau speelt geen rol, die twijfel is er altijd. Yeah. En als je een paar elementen wegpakt van de energie van een volk en zo, daar leven wij op, energie. Als je opkomt voor het publiek die er zo zit, van, ik zie niets benieuwd. Zit ik ook benieuwd, Jos? Ja, ik ben ook benieuwd. Maar ik ben allemaal benieuwd. Dat werkt niet, hè? Hoe was Bill Burr eigenlijk? Was dat een toffe vent? Dat is een heel toffe vent. Die komt eraan zonder entourage. Met een rugzakje. Wat was die show Zorgen. Dat je toen gespeeld hebt? Waar was dat? In Holland, in Amsterdam. Mm. Ik denk dat ze mij gepakt hebben omdat er te veel Hollandse comedians daarvoor het programma wou doen. Ja, typisch. En
dan kom je op voor haat te staan. Hè? Want ga je ook dat doen. Ja. En dat is de eerste twee rijen, dat zijn die nerds die als eerste die kaarten hebben besteld. Mm. En dat is de eerste twee rijen, van, dat kan ik ook wel gelijk. Ja, so that, why zou het ook zo zijn? Mm. Hè? Snap je? Is why er zitten en iemand anders kan... Allee, we snappen het. Dat is zo, ja, als ik er gezeten had, had ik daar ook vol een bak over aangedacht. Hoe was dat je er te doen? Ja, tuurlijk. Want er zijn de comedians die naamloos zullen blijven. Want na mijn passage daar, ik heb een half uur met Bill Burr beneden gezeten, wat eten. En hij zei, hey, goed gedaan. Want hij had vooraf gezegd van een kwartier. Mm-hmm. Want ik vroeg aan hem, wanneer moet ik stoppen? Een kwartier, zei hij. Maar als je 15 hebt gedaan, kijkt naar die kant. En dan als ik zo doe, dan moet ik nog 5 doen. Mm-hmm. En hij die zo, dus ik heb nog 5 gedaan, dus dat is goed. En hij kwam op en hij zei, oh, nog een applaus. Maar er is altijd zo, je hebt zo van comedians, een kunt zijn, feitelijk, die gemerkt hebben ergens in een blog op regel 612, waren er twee mensen die zeggen, die voorprogramma trok op niks. En dan hebben ze gekopy plakt en op Twitter gezet. Zo. Ja. En dan denk je van, oh, for fuck's sake. Yeah. Zijn we nog op dat niveau? En, dan een andere kant, hij stond wel te spelen voor Bill Burr, man. Ik bedoel, wat is een toffe gast. Niet te doen? Dus, nee, maar het is een toffe gast, maar nobody remembers het voorprogramma. Mm-hmm. Nobody gives a fuck, eigenlijk ook niet. Alleen, maar het is gewoon plezant om die te ontmoeten. Want ik had bang dat dan een asshole ging zijn. Want ik heb die geren. Ik dacht, please don't be a fucking asshole. As, ik was niet ontbieden van mijn eigen stuk. Ik was zo, please God, don't let this guy be a fucking dick. Ja, zo, dat een van mijn helden niet van zijn piedestal moet vallen. Maar die kwam binnen en die zegt, wat zit er in deze kleedkamer te doen? De mine is veel te groot, ik heb er eten, ik zit toch alleen, kom bij eten. Ja. Dus, snap je? En dat zo, ik had dat met Eddie Izzard ook, dat is ook een heel toffe vent. Dus ik was wel, wel heel blij dat was, want je hebt geen idee hoe dat zo iemand is. En je denkt, als ik die moet leren kennen, die wit is aan een dikke lul en zo. En ik wist al toen ik hier eraan kwam en ik had zo mijn cd'tje bij zo voor een intro. Ik wou niemand lastigvallen, dus ik zeg al tegen die mensen van die zijn crew. Die komen al binnen en die zeggen, oh, you're Alex, kom in. Dat vond ik al tof, dat is niet wie ze de gaat. Dus dat was al zo. En ik zeg, ik heb een intro bij. En die zo, dat is er niet nodig. Eddie gaat u aankondigen. En die wilt zeven ziet met u weten en zo. Dus, en dan heb je zo direct al door van, dat is hier deze sfeer. Zo, dus je hebt niks van dat. Ik zal zeggen, ik heb al meer capsones meegemokt van een hoop mensen die veel minder voorstellen. Dus, ik heb meer capsones gezien op een open mic in Antwerpen, maar bon. Trouwens, ik ben hier al 3 jaar mee bezig. Ja, je zit nog altijd in open mic circuit. Stop ermee en ga postzegels halen, vriend. Trouwens, op een bepaalde sorry, zeg maar. Ja, nee, ik was juist op online zo de Twitter van Bill Burr. En inderdaad, een schone shout-out naar Nigel Williams. Ja. Dank u wel voor het bier en het was fantastisch werken met u. Dus, voilà. Cool, dus, voilà. Dus tof. Maar ik snap alleen niet wat je antwoord was. Je zegt, je hebt een app teruggestuurd. Ik zeg, thanks man, now repeat in sign language. Ja, maar ik heb er nog een private message. Het ging over die tennis. Okay. Dat is niet voor... Okay. Maar dat klinkt dat als een in-joke. Ja. Nee, dat is zoiets waar je mee hebt gemaakt backstage. Je wilt niet iemand in verlegenheid brengen. Maar dus... En ga je dat ook niet, Alex? Dat je zegt nog altijd, als je met zo'n gast in contact komt, dat is zo'n soort imposter syndroom. Dat ik dat van mijzelf vind. Ja. Ik kan heel eerlijk zijn, hè, en dat is compleet walgelijk. Maar ik heb altijd meer de neiging van, ik zin deze hoek. Dat is goed. Dat is heel erg. Maar ik snap wel wat je wilt zeggen, want imposter syndroom heb je eigenlijk altijd. Hè. Je hebt ook van die momenten, als je zo bezig bent op een podium, je kunt toch ook zo... Soms shows hebben dat je denkt, amai, mijn materiaal is echt keigoed. En dan kunnen zo andere momenten hebben dat je denkt, en dat is hetzelfde materiaal. Wat voor koude kak. Wat voor niks is deze eigenlijk? Ja. En dat als je veel in Holland gaat optreden, heb je toch ook altijd dat gevoel, of toch vaak dat je denkt, op een dag gaan ze er ooit eens achterkomen dat ik eigenlijk geen kloten kan. Zo. En die dag is mijn carrière gedaan. Dat is die imposter syndroom. Maar dat deed iedereen, hè. Dat hebben die allemaal. Dus dat is wel iets dat we allemaal gemeen hebben. Maar ik ben altijd wel zo arrogant dat ik denk... Dat ben ik ook. Maar je snapt omdat je dat natuurlijk... Dat is een wapen, omdat je zit dat niet voor de wereld. Hè? Dat is het verschil. Je zit een hele grote vis in een heel klein plasje. En dat is... Ja.
Ja, zo'n numbers game, hè. Dat is ook gewoon wat dat is. Je zegt geboren met die taal, je zegt geboren in een land waar dat niet, waar ja, dat niet is wat dat is. Maar tegelijkertijd, ja, gelijk dat je zelf al vertelde er juist, hè. Wij hebben mega veel chance dat wij hier wonen, hè. Als je zo'n comedian zit in Londen en moet 4 shows op een avond spelen voor €80 bij elkaar te hebben en wij kunnen ervan leven, hè. Dus op zich is dat ook weer het voordeel en het nadeel erbij. Ik ken een maat, Christian, mijn maat, dat is een Duitser, die is nu meer in Duitsland bezig terug en dan verdient hij wel terug geld. Die is 10 jaar in Engeland gaan wonen, hè? Dat is een ingenieur, die kan 5 talen. Zijn doel was, ik wil in de comedy store headliner. Dat was zijn ding. En na een aantal jaren doet hem dat en dan zegt hij, dat valt allemaal tegen. Je headlined donderdag, vrijdag, zaterdag in de comedy store in Londen. Daar zit hij geen en op. Die krijg je zo £220 of zoiets. En nog geen zekerheid dat je mag terugkomen. Snap je? En dat is zo van, er is zo'n harde leven in Engeland, jongen. Ik weet het niet. Ja, en ik vind ook niet dat het de comedians noodzakelijk beter mocht. Dat vind ik eigenlijk totaal niet. Want dat is zo dat idee dat iedereen altijd heeft van, oh, als je het in Engeland kunt gaan doen. En dan denk ik, joh, maar Engeland is op bepaalde vlakken veel minder leuk en veel minder uitdagend om te doen dan hier. Zo. Ja, ik heb al genoeg comedians in Engeland die zo zeggen. Die komen naar ons night in Antwerpen en zeggen van, waarom is deze gast niet bekend? Alleen. What the fuck? Die is zo origineel en zo goed. En dus het is niet altijd talent. Hè? Het is een andere factor. Hè? Je moet nu zo half transgender. In Engeland is het zo dat gaat op en neer met vloeiende bewegingen. Nu is het zo van je moet de universitair afgestudeerde arme student zijn met skinny jeans. Of je moet zo, is dat een vent of is dat een vrouw? Je weet het niet. Je moet al die boxen moeten tikken. Boekers vragen hoeveel followers hij op Twitter en al die soort shit, in plaats van te zeggen, heeft hij wel talent of niet? Dus ja, dat is... En ze weten het. Als je ermee babbelt, de mensen zijn er heel hard mee bezig. Maar als ik iets kan aanraden, je hebt nu Comedy Unleashed. Ken het. Dat is zo, ken het. Backyard Club. Ik ken het. Ja. Dat is goed. Dat is goed, maar die mensen verdienen er ook geen zakken. Ja. Maar dat is zo de nieuwe, de mensen die zeggen, oh fuck it, John, ik wil gewoon comedy doen. Over gelijk, wow. En mijn maat die het tweede, ik was op Will Franken. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Nee. Je moet die eens opzoeken, Will Franken. Dat is niet zozeer een stand-up is een cabaretier, maar die kan. Zoek die gewoon op. Als hij bezig is over Greta Thunberg en trans people. Nou, ik heb er zo ene, dat is zo ene gast die zo'n een fictief personage heeft gecreëerd. Zo Titania nog iets, denk ik. Dat is zo, weet je wie dat ik bedoel? Titania McGrath. Titania McGrath, dat is zo de meest ultieme woke persoon. Maar dat is zo, dat dat hilarisch is. Hè? Dat echt dat erdoor sleurt hoe belachelijk dat op den duur allemaal wordt. Klopt. Dus die heb ik daar ook ooit eens. Allee, dat is een comedian, maar dat is een gast dat schrijft, denk ik. Hè? En die dat is een heel setup. Ja, maar zij is een vrouw dat dan speelt. Hè? Maar dat is wel echt heel funny. Ja, daar heb ik heel hard mee moeten lachen. Maar Will Franken met de checken. Comedy Unleashed. Sowieso. Doe dat eens straks. Will Franken, Comedy Unleashed. Alright. Gepist in een fucking broek. Ik kan dat ik het gezien heb, want ik heb er wel redelijk al wel wat van gezien. Maar ik ben heel slecht in namen onthouden, man. Dus, maar je hebt ook veel in het buitenland gespeeld, hè? Want jij bent ook niet richting Scandinavië wel een aantal keer geweest en zo. Klopt, ja. Finland, waar heb ik gedaan? Finland, Latvia, Estonië, Lithuanië, Denemarken, Zweden. Nu hebben we nog plannen voor IJsland, maar die hebben we maar in een comedy café. Dat zo'n gast optrad die geen armen in benen had? Dat herinner ik me dan aan goed? Ja, ik was er met Ryan Pandy. Dat was fucking hell, man. Die brengen die aan in een bakfiets. dus die gast, die is zo, hallo. En die is zo, zijn verpleger, moet er niet meer lachen, want dat is een handicap. But you ain't gonna top him. Dus die heeft zo'n plank in zijn broek of zoiets, waar je die kunt rechtzetten, dat hij niet valt. En die zette die zo op een baarkruk. Dus dat is een romp. Een romp eigenlijk, gewoon een romp. En wat een toffe gast, ik was ermee aan het babbelen, maar wauw. En zijn jokes waren niet zo goed, maar iedereen, oh, ik denk zijn bent. Dus hij kreeg de fucking staande ovatie.
en de Williams, die alles graag naar de kloten doet, komt op. En ik zeg, ja, maar... En die lachte niet met mijn eerste joke. En ik zeg, hé, waarom niet met mij lachen? Ik heb ook pijn in mijn knieën. Ja, ja. Zo. En je zag zo de vogel van empathie door de raam vliegen. Zo. Naar mij. En het grappige was, die gast zelf, die kon ermee lachen. Die zei, dat is fucking goed dat je dat doet. Mm-hmm. Want uiteindelijk, ze moeten niet met mij lachen omwille van mijn gebreken, maar omwille van mijn jokes. Mm-hmm. Snap je? Wat was dat? Wat was dat juist? Dat was in Denemarken, in Kopenhagen. Dat was in Kopenhagen. Ja, is dat nooit niet gebeurd dat ze die zo met zijn rug naar het publiek hebben gezet? Dat zou ik op zich nog wel funny gevonden hebben, omdat je die gewoon zo neerzet. Maar wij zijn samen uitgegaan naar die, en zo heb je het al. En die zat altijd in een bak van die bakfiets. En die zijn verpleger zet die bak tegen een tafel op het terras, boten. En dan hebben wij goed kunnen... Allee, ja, en hoe deed, ik wou al zeggen, of kapte niemand en die een drank in die zijn mond. Maar die is ook fucking vodka en alles door een rietje. Ja. Maar een goede gast, maar je komt in situaties dat je zegt... Like, last time ga ik veel naar het oosten, hè? Want ik vind Oostblok is bangelijk, want die hebben geen moraliteit of niet. Als je nou eens, Hongarije gaat... Ik was in Hongarije, vandaar mocht ik op de Ziget Festival komen, want ik ben er eens gaan spelen. En de vent die het organiseert, die zat in de zaal. Die zei, oh, the second day of the festival, you headline the comedy tent. Mm-hmm. Ik dacht, all right. Dus, maar daar, die hebben geen enkel gemaakt. Als je ooit zegt, ik wil gewoon alles wat ik heb willen zeggen. Ja, ja. Zo, die zelfs niet funny is. Ja. Hè? Die gewoon hard is. Gewoon fucking hard. Yay! Ja. Dat is tof. En in Roemenië, ik ben van Budapest naar Timișoara geweest, waar die revolutie is begonnen tegen Ceausescu. Dat is een ruwe stad. En dat is 600 kilometer in een auto voor een kwartier te doen. Maar we waren met vier, dus dat was wel tof. En dat was nog erger. Dat was nog... Dat ze zeggen... En als je gewoon een joke vertelde, als er geen haat of geen... Ja. Ja, dat is echt heel rare dingen. Mm. Dat je zegt van, je leert niks. Hè? Want wat je daar mocht doen, kun je hier niet doen. Nee. Snap je? Ja. Dus, maar het is leuk om te zien. Die hebben heel veel getalenteerde comedians, punt 1. Wat dat Engeland vergeet, en Amerika ook, is dat in Europa, er was een gat tussen de stand-up comedy in Europa en in Engeland en Amerika. En die kloof is eigenlijk, ik zou niet zeggen dat het volledig dicht is, maar het scheelt godverdomme niet veel niet meer. Er zijn gasten die gezegd van, what the fuck, mijn maat, dat is een Roemeen, hè? De Radu. Radu Isaac. Hij is nu in Londen gaan wonen. Hij is heel bekend in Roemenië. En die zit nu in een bed zit in Londen, hij probeert het te maken. Maar die is heel goed, jongen. Die speelt zalen plat door. Mm-hmm. Maar verdient niks. Hè? Ja. Dat is in Engeland. Hè? Dus, hoeveel was er professioneel? 22.000 comedians of zoiets. Ja. Yeah. And you're going to ask me to pay you more? Ja, ja dan moeten inderdaad al zalen beginnen het verkopen. Vooraleer dat je daar iets begint te verdienen. En maar, je hebt dat ook dat ding. Dat is natuurlijk ook zo, wat je ook altijd vergeet, dat je naar zo een van die landen gaat. Ja, hetgeen dat jij doet, op een bepaalde manier hebben ze dat daar al, hè. Allee, ook gewoon die ene dat je zegt van, ah ja, jij hebt daar kritiek op en jij hebt daar iets op te zeggen. Ja, daar hebben we Bill Burr voor, man. Daar hebben wij niet voor nodig. Zo, allee, dat je voelt ook van, je moet al bijna een soort, als je als buitenlander in Engeland gaat spelen, dat merkte ik ook wel als ik daar was, je moet al bijna een soort novelty zijn, dat ze u leuk vinden om even naar te kijken. He, zo, dat is iets exotisch, dat is zoiets anders. Klopt, dus ik spreek met een Noord-Engels accent, dus eigenlijk klink ik niet als een Belg. Dus ik kan ook die kaart al niet zo heel hard uitspelen. Dat is lekker. Ja, inderdaad. Hoe heet Nigel? Gezin van Bristol? What the fuck? Ja. Huh? Ja. Dus terwijl ik in Nederland, ik heb comedy nooit gedaan in Engeland. Dus ik heb Vlaamse comedy roots eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Dus moest ik zo Jos Peters eten of zoiets, of Turnout? Dan zou ik meer krediet krijgen. Want comedy heeft te maken met krediet een beetje. Hè? Dus als je op een podium komt, moet je zo die eerste paar minuten toch krediet geven. Mm-hmm. En als dat is van, oh, je zit een oude zak van Bristol, die denkt dat het van België is. Allee. Dus dat kunnen ze niet. Dat kunnen ze niet. Dus don't do it. Waarom zou de eigen pijnigen? For fuck's sake. Allee. Dat is iets heel moeilijk. Als ik een jonge comedian zie die heel goed is en die is 18 jaar, zou ik zeggen van, ga maar naar Engeland zitten, een paar jaar.
gaat zorgen voor uw ouders al een spaargeld en vraagt dat en neemt dat mee. Ja. En gaat er wonen een jaar en een half. En je zult een betere comedian zijn als je terugkomt. Hè? Ja. Dat is op zijn minst. Dat is sowieso. Ja. Maar, dat is de enige reden waarom dus, dat ik het nog zou doen. Zo. Als ik naar het buitenland zou gaan, gewoon puur om zo eens te testen wat dat daar ook nog werkt en wat niet. En er worden toch sowieso beter van of zo, denk ik. Ook al ja, daarmee doe je het nog open mics kinderen en zo. Niemand kent hem. Mm-hmm. En ja, dan snapte van oké, dat is hier een andere vorm van humor. Hè. Het is alleen dezelfde, maar toch anders. De onderwerpen zijn allemaal anders. Mm. Hè, snap je? Cultureel ook, hè. Als je daar niet woont, dan heb je geen idee wat dat daar leeft. Hè. Zo. Oh nee, ik ook niet. Hè. Ik kom vandaan, maar dat is ondertussen allemaal veranderd. Ja. Allee. Dan voel ik zelf toch ook, dat is toch altijd wat ik wel voel, het is eender waar dat wij spelen, hoe politiek incorrect dat wij eigenlijk zijn als land. Met hoeveel dingen dat wij nog wel kunnen lachen. Ze. Ja, maar ik heb het er lastig mee, maar ik denk van, ik ben opgevoed in een periode in Engeland waar ik vond de best ding dat ons ooit overkomen was de uitvinding van politiek correctheid. Mm-hmm. Maar nu wordt dat politiek correctheid anders ingevoeld. Mm-hmm. Huh? Ja. Snap je wat ik bedoel? Politiek correct is van, nee, waarom gaan de mensen gewoon uitschijten omdat ze een andere kleur hebben? Dat is geen joke. Mm-hmm. Huh? Iemand die zegt zo, een Antwerpse open mic of zoiets van, joh, ik ben naar een wc geweest op de Astridplein en de poetsvrouw was Morricones en ik kwam binnen en zei, maar kakken. Mm-hmm. Huh? Mag ik kakken? Ja. Dat is jaren 1920 humor. Ja. Allee. Ja. Dus dat bedoel ik van, als je daarmee lacht, ik hoop dat je niet naar mijn shows komt kijken. Dat is alles. Je moet ermee lachen. Hè? Ik ga niemand even verbieden om iets te doen. Maar dus zowel de voor- en tegenstanders, die ze hebben elkaars camping genomen. En dat vind ik zo. Snap je wat? Ja, absoluut. Je de mensen die goed bedoelen, die nu tegen vrije meningsuiting zijn. En je hebt de mensen die eigenlijk extreem rechts zijn, die zijn nu vrije meningsuiting. Ja. Hè? Totdat je dat doet tegen hun. Ja. Hè? Dus dat is zo van, ik lach mee alles bij de kanten. Hè? Want je hebt mensen die zeggen, ik mag niks niet meer zeggen. Nee, wie houdt u tegen? Hmm. Wie houdt u ooit tegengehouden? Op een tram over een tijd zo'n discussie met over, ja, wij mogen dat niet meer zeggen. Van wie? Zijn er wetten? Heb ik geslapen? Wat moet ik niet zeggen? Dat iemand een volle makak is? Hmm. Oh, wel, dat is fatsoen. He. Dat heeft niks met politiek correct te maken. Dat heeft met fatsoen. En met hoe wij samenleven in de maatschappij zonder dat we elkaar de keel oversnijden. Dus in comedy, niemand is ooit verboden geweest om iets niet te zeggen. Mm. Allee, ik weet geen ene comedian die gearresteerd is geweest. Hè? Nee, ik heb zelfs het gevoel iedereen loopt met dat gevoel rond. Hè? We mogen niks niet meer zeggen. En onder andere kant is er nooit meer gezegd. Dus uiteindelijk, ja, dat is onze schizofrene tijd. Hè? Zo. Ja, lees mijn Facebook-post soms wat ik als antwoord krijg. Allee, iedereen mag blijkbaar alles zeggen. Dus ja, dat politiek correct argument, ik vind het zo raar. Ik vind het gewoon, ik vind het moe. Allee, ik bedoel, je kent mij, je kunt mij niet bestempelen als een rechtse mens. Maar ik word soms uitgeschouwd. Dus ik deed zo'n Engelse optreden in Brussel, want dat doe ik veel hè, voor die expats daar en zo. En ik lees op een blog nadien. Ik heb zoiets, soms komt uw naam ergens te sprake en je kunt dat klikken en dan lezen. Ja. Dat is een of andere lul in Brussel. Hij noemt mij een transfoob. Ja. Ik zeg, well, dat ken ik niet. Is dat zo iemand die een fobie heeft voor transport of zoiets? Ik weet niet. Maar het schijnt was ik tegen trans mensen of zo. En dat kwam zelfs niet in mijn show. Allee, ik dacht van, what the fuck? En dat was zo'n hele constructie die die gast had gemaakt. Waardoor de slachtoffer moest per se zijn. Mm-hmm. Hey, snap je? En ik dacht, oh maat, get a fucking life. Ik heb meer op straat gestaan en betoogd en gedaan voor de rechten van minderheden als ik ooit ga hebben op uw keyboard. Mm-hmm. So shut the fuck up. En ja, en daar kan ik kwaad op worden. Maar het is ook de andere kant. Verknoeid je bent daar toch niet aan, Nigel? Seriously? Nee, maar dat doe ik niet. Yeah. Maar ik vind het gesprek is grappig. Omdat dat ben ik. Allee, uiteindelijk verzuilen wij, voordat je het weet of wel, zit je aan de kant van de mensen om wiens kant je niet wilt staan. Snap je wat ik bedoel? Mm. En dat is zo van, ik ga optreden. Weet je, dat is mijn ding. Ik ga optreden, als ik iets grappig vind, dan zeg je dat. Eh? Oké. Okay. If you don't like humor, stay away. Eh? Ik kan niet koken, ik blijf zoveel mogelijk uit de keuken.
weet je, dat is het veiligste. En ja, dat is, we zitten in een rare wereld, maar dat ding van we mogen niks niet meer zeggen, dat is such a fucking bullshit. Dat is ook, ik ken, zelfs in Engeland, ik ken er genoeg clubs waar je alles moet zeggen. Mm. Snap je? Maar dat zijn de clubs waar je niet veel betaald wordt. Maar wat verwacht je dan? Verwacht je dat ik mag alles zeggen en dan moeten ze mij ook voor betalen? Zo, nee. Mm. Als je die recht op hebt, dan hebben die andere mensen ook het recht om je niet goed te vinden. Mm. Snap je? Maar dat is the end of the discussion. Hè? Het is gewoon smaak. Hè? Dus je moet er niet over debatteren. Hè? Ik zeg nooit in mijn shows, weet je wel, pakt allemaal een hamer en elke travestiet die je ziet, slaat die het dood. Mm. Hè? Punt 1. Dan slutten ze mij op. Alleen omdat ik er zot ben. Maar dan zitten natuurlijk ook geen comedy niet meer aan het maken. Hè? Dan gaat het over iets anders. Dus, ja, dan zit in Nuremberg of op de balkon in Antwerpen naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. maar die mensen die dat zeggen, dat zijn dikwijls like flaminganten. Dat zijn de echte, dat je zegt van die kunnen me geen zak lachen. Mm. Die gasten, die hebben no sense of fucking humor. None. Ja. Die hebben zo van, ik beeld me in die allemaal thuis zitten met zo van die gekleurde glas in de ramen, waar de zon nooit niet binnen mag komen. Met zo'n houten beeld van Reinhard de Vos en al die soort fucking shit. Dat je zegt van, oh, ken je dat? Zo van die soort, ja, man, zo van die oude mannen met zo van die groene floren broeken aan. En zo'n jagersvest en zo, oh, fuck. Dus, en zo zijn we toch naadloos weer terug rond naar uw fantastische haat van alles dat ruikt naar elite. Dat is altijd schoon om te zien, Nigel. Nee, maar dat is niet haat, want sommige mensen kunnen dat niet aan doen. Die zijn erin geboren. maar besef dan tenminste dat je een luxe positie hebt. Mm. Die Kardashians, begin van de fucking lockdown. Oh, we're helping the medical staff. We're not wearing make-up today. Wat? Hoe helpt dat ooit iemand? Mm. Allee, ik bedoel, ik ga geen schmink op mijn bakken zetten, gelilk, opgeblazen stuk plastic. allee, dan moeten wij toch als humoristen kunnen zeggen, deze is fucking stupid. Huh? Mm. Ja, sowieso. Toen al die BV's Perfect Day aan het zingen was, al die celebs. Ja, imagine. Oh, imagine, ja. John Lennon, die draait zich om en die laat de skate in hun richting. Hè? Allee, come on. Imagine there's no possessions. Ja. Oeh, ik zou net eens mijn ringen nooit. to be fair, er is ook wel karrevrachte shit vergat voor dat te doen. Okay? Je merkt ook wel dat mensen minder en minder geïnteresseerd zijn in rijke acteurs, miljonairs die tegen hun komen zeggen hoe dat ze hun leven moeten leiden. Hè? Zo, voilà, het politieker worden van de Oscars is ook niemand nog in dank afgenomen. Hè. Ze hadden de laagste kijkcijfers ooit. Je hebt niemand dat het nog wilt presenteren. Hè. Zeker sinds Kevin Hart zei, weet je wel, laat het gewoon zitten. Dank u wel, Ricky Gervais. Ja, inderdaad. Hè? Hoe goed was dat trouwens? Dat was echt dat was een goed stukje comedy daar op de Golden Globes. He don't give a fuck. Gelukkig, dat vind ik gelukkig. Cool. Ja, dat is zo'n gast dat mij nog vertrouwen geeft dat het allemaal nog wel ergens gaat goedkomen. Zo. Dat je die bezig hoort en denkt, god ja, weet je, het kan nog. Maar als een gast die ook denkt van uiteindelijk, kom, op het einde van een dag gaan we allemaal sterven, is niet van fucking corona, is van iets anders. Ik hoop dat het van iets anders is, want anders ga ik in de massa op. Als ik sterf, ik wil sterven in... It's like, oh, dan die is dood, oh fuck, dat is... Ja. Maar als je zo maar één zin van een paar honderd vind op één dag... Ik heb dat ook altijd gezegd. Als ik doodga, liefst geen andere celebrity dat bekender is op dezelfde dag. No, dat moet zo'n manendag zijn. Zo, zet dan gewoon eens Jasmin pleegt zelfmoord en Michael Jackson gaat dood op dezelfde dag. Ja, dat is echt... Ja, dat wilde niet. Dat kan. Dat wilde niet. Nee. Dat moet manendag zijn. Maar voor de rest, we gaan allemaal dood. En dat is wat ik wou vergeten. Dat zijn bepaalde shit meegemaakt. Deze ga ik vertellen en dan ben ik weg. Want we zijn al fucking 16 uur bezig of zoiets. Mijn eerste ding op tv. Mm-hmm. Ik was just bezig en ik had het ongeluk om veel te vroeg Umo Stand-Up Comedy Cup te winnen. Yeah. Toen het dan nog iets betekende, laat ons eerlijk zijn. Nu is dat zoiets van een van de zoveel dinges. Maar ik won dat en ik weer uitgenodigd bij die Mark Oot erover. Dat is die van KV Mechelen, zeg. Ja. Is dat die racing, Mechelen? Wacht.
Nee, KV, als de racing was, vond ik hem sympathiek. ja, ik ben nogal tribalist, hè. Zo. Maar, dus ik moest naar tv gaan. Dus een gast die op een paar jaar tijd van een fabriek naar failliete café naar een tv-programma mag komen. Dus, dus ik kom eraan. En ja, die hadden mij zo wat vragen doorgestuurd. Dus ik bereid me voor op die vragen. Dus ik, de naïveling, ik denk van, oh, dat zijn allemaal toffe mensen op tv. En dan mocht iets mee. Dus ik zat er met Herman Brusselmans. En die zijn de wie dat hem is, was of probeert te zijn. Die zei, ja, iemand weet, dat is, iedereen weet dat, dat is geen echte Engelsman, die is van Merksem. Maar die doet alsof dat Engelse accent, dat is maar ingesproken en bladibla. En ik dacht, what the fuck, dat is live, hè? Ik dacht, waarom word ik hier plots aangevallen eigenlijk? Ik heb niks misdaan, ik zit hier, je hebt mij gevraagd. Allee, dus dat is zo dat fight or fear, de flight or fight, wat is. En ik dacht, what the fuck? En plots is uw kop helemaal zo. En ik moest mijn pas laten zien op dat fucking. Nee, ik ben geboren in Engeland. Oh ja, maar hoe kan dat nu? Want Engelsen kunnen geen andere tol. Dat weet iedereen. Ik dacht, oh, als dat geen racisme is, you fucking long-haired hippie shit. En dan was het over, allee. Dan was plots, ah, doe dit. Oh, wat? Ah, doe dit? In de studio, de comedy. En die geven nu zo'n micro en je stond er zo. Geet al op dat moment maar uw 7 minuten materiaal. Nee. En dan zo van, oh, sindsdien, Brusselmans heb ik ontdekt dat een heel toffe gast is. Snap je, die doet ook maar wat hij doet. De ander ook. Maar ik dacht van, wauw, ik denk niet dat het makkelijk gaat zijn voor de eerste generatie standaard comedians. Die weten niet wat ze met ons moeten doen. Oké, ik ga terug in een buster optreden morgenavond. Ik bedoel van, dus zo precies kauf je in een land waar je de taal plots niet meer kent. En dan heb je zo'n heel aantal jaren aversie voor televisie gehad. En dan kwam Volt. En dan ik dacht van, Nigel, if they say television, go the other way. Yeah. Dus nu nodig is mij alleen maar op voor komen zeven over Brexit. Alsof ik daar een fuck over geef, eigenlijk. Alsof dat je er iets over weet ook. Dat is ook altijd keigoed. Ah, nee, ja, Alex, ga ze een Engelsman, hè. Goh, ja, in de breedste zin van het woord wel. Ja. Ja. Maar, ja. Nee, maar ik studeer dat wel. En dat interesseert mij, omdat dat is mijn basisinteresse altijd. Maar, ja, wat kan ik hier komen zeggen? Allee, bedoel, na een tijd, de mensen hebben gestemd om op de EU te gaan. Mag ik nu naar Oost? Ja. Allee. Ja, maar vind je dat niet onnozel? Ja. Als er ooit gestemd wordt dat België splitst omdat dat huwelijk niet meer marcheert, ja, en mensen willen het en ja, dan moeten we het een. Hè. Ah, ja, dat is ook een klein beetje wat dat het is. Zo moeilijk is het eigenlijk. Waarom ook hebben niet de Britten. Ja, ik luister van die vragen: waarom hebben de Britten de Europeanen niet graag? Ik zeg: ik weet niet, er zijn meer 68 miljoen. Ik ken hoogstens nog 200 man, kinder. Ik zal die vragen, maar ik kan niet garanderen dat dat representatief is. En niet iedereen haalt Europa. Het was 2%. Allee, het is zo van die domme fucking. Precies catnet-vragen dat je krijgt soms. Ja. Ja, Nigel, op deze gelukkige noot. Nee, maar het is gelukkig. Hè. Ik ben blij dat ik voor stand-up comedy gekozen heb. Hè. Want elke avond kunt de toast komen en zeggen: ik ben fucking blij dat ik een stand-up comedian ben. Want ik kom van een televisieprogramma en 10 minuten ervan kan ik morgen op het podium gebruiken. Dat sowieso. Ja, ik ben ook blij dat I don't have to do that for a living. Zo, dat je kunt zeggen, dat je bent nog altijd die onafhankelijke gast die je met zijn micro gewoon doet wat dat hem wilt. Hè. En dat is. En niemand kan u tegenhouden. Nee, behalve dat corona he? Misschien. Ja, dat maar is, Alex, wat de mensen vergeten van televisie, radio en al de rest. Dus dit, internet. Ga je de meest idiote fucking bullshit vertellen als je wilt. Je gaat altijd een following hebben ergens. Hè? En die kunnen nu niet doen zwijgen. Moesten ze geweten hebben wat dat internet zo geworden zijn, hadden ze het verboden, denk ik. Snap je? Laat eens in China doen. Want ik moest ook heel hard lachen met die nieuwe show van Jerry Seinfeld. Ik weet niet of je hem al gezien hebt op Netflix. Die 23 Hours to Kill. Dat is wel heel funny. Maar je hebt ook zo'n moment dat hem zegt, een camera op een iPhone.
Toen zegt niemand ooit stilgestaan bij wat dat ging teweegbrengen. Hoe een stortvloed van foto's en filmpjes. En, yeah, which will slowly bleed the life's blood out of an entire civilization. Zo. En niemand heeft zich dat afgevraagd toen dat je dat deed. Dus het antwoord is meestal nee. Het wordt gewoon gedaan en dan zien we wel wat dat er gebeurt. Dus, Then is come the oops. Yeah. Oeps. Maar we gaan naar een beeldmaatschappij, hè, zodat we willen of niet. Hè. Mm. Mensen kunnen niet meer schrijven. Je stuurt een foto met een duim of zoiets. En dan moet je proberen weten wat ze willen mee zeggen. Allee, wij worden precies de Egyptenaren terug. Zo die hieroglyphen, of hoe zeg je dat? Zo'n vogel en dan een piramide. En dan zo. Misschien vinden we dan ooit op een dag een Rosetta-steen en weten we terug wat dat allemaal betekent, hè, Nigel. Ja, en wij zijn comedians, wij hangen af aan woorden. Mm-hmm. Aan mensen die snappen dat een woord verschillende betekenissen heeft. Of hoe dat je het zegt, nuance en al de rest. Hij liet me het nu zeggen op het podium, dat was een joke. Ja. Want dat laatste stuk bedoelde ik eigenlijk die... Maar ja, dan is er ook geen lol niet meer aan. Hè. We gaan het ook niet allemaal uitleggen. Soms moet het gewoon zelf ook een beetje doen. Goed, Nigel, merci voor af te komen, man. Cool. Mega cool. Allee, af te komen, okay, voor thuis goed, te zitten, maar met ons te babbelen. In ieder geval. Ja, lacht eens, Andries, lacht eens. Ah, voilà, dat zijn die keren, hè. Die met al die knoppen in toegehouden en gezien is van niks. Die is altijd met 10 dingen tegelijkertijd bezig. Niet gelijk ons. Ja, hij is de belangrijkste gast hier, eigenlijk. Dus, bedankt dat ik mocht komen. Bedankt dat ik hier mocht komen. Ik hoop dat uw vrouw goed in de ziekenhuis gerokt. Ik hoop dat die bevolking goed is gegaan. ik ben curieus dat ik beneden kom wat er gewoon liggen op de tafel. Dus, Zij was toch niet ziek? Nee, Het was een routine ding. Maar het was eigenlijk... Het was gewoon... Tegenwoordig is een afspraak heilig. Hè, dus, ja. Ah, ja, dat wel. Ja. Als je nu, die hadden en anderen zetten die. Dat kun je niet verzetten, want dan weet je niet wanneer dat je terug hebt. Ja. Dus dat is... Oké, mate. Goed, makker. Het was leuk om u nog eens te zien. En als je nog eens zin hebt om te babbelen met comedians doing nothing, dan moet je mij daar altijd... Dan nodig je ooit. Oké, dat is goed, makker. Ik heb toch niks te doen. All right. Dat is heel goed, maar dan gaan we het over andere dingen hebben. Ja, absoluut. Zijn er nog andere dingen? Nee, oké. Goed, mate. Oké, dat is goed, man. Salut, hè. Bye-bye. Yo, doei. Nigel Williams, altijd een feest. Hè? Wat een figuur is hij toch altijd, de Nigel. Ik heb er wel al... moet ik dat zeggen? Ik heb daar al heel veel jaren heel veel verhalen van gehoord. Dus ik denk dat ik mij nog herinnerde met het rompje toen in Denemarken. En zo weet hij altijd 1001 verhalen. Dus het blijft een uitzonderlijk figuur, de Nigel. Het was een beetje mijn grote broer toen ik begon met comedy. Zo. Degene die zo zich ontfermde over de jonge nieuwe gasten. En dat is iets dat hem eigenlijk tot op de dag van vandaag nog altijd doet. Dus, ja, zeker. Is er ook niet een ontdekker van de Michael Enzo, denk ik? Ja, en ook van de Youssef El Moussaoui. Is ook een gast dat hem echt op het podium heeft geduwd. Veel gasten. Hè. Eigenlijk is de Nigel verantwoordelijk voor heel veel mensen hun comedy... Allee, de start van hun comedy-carrière... Omdat hem zei van, volgens mij zijn jij een grappige gast en jij moet gewoon op een podium gaan staan. Hè. Ik denk dat de Fokke er ook wel zo'n aantal op zijn palmaris heeft staan. Maar de Nigel was zeker degene die toen dat ik begon met comedy, was dat, hoe zal ik dat zeggen, dat was samen met een Thomas Smith de sympathiekste gast dat al bezig was. Allee, die zo u het gevoel gaf van, komt erbij, in plaats van... We houden u op afstand totdat we zien wat we aan u hebben. Hè, waar ook niks mis mee is, wat sommige mensen ook deden. Maar bij die twee was dat wel heel hard zo van... welkom in de club van die paar gestoorde figuren die dat zich hiermee bezighouden op dit moment. Dus altijd goed om hem te horen. Was ook long overdue eigenlijk. Hè. Het werd ook eens tijd dat hem op de podcast zat. Absoluut. Dus blij dat hem is afgekomen. Goed, misschien nog een klein segment waar de mensen klaarblijkelijk toch van houden, Andries, is dat wij praten over dingen die wij gezien hebben. Meestal blinkt dat van u uit in documentaires waar we nog nooit van gehoord hebben en die toch iedereen blijken te boeien. En bij mij, totale nonsens. Ik denk dat het vandaag niet anders gaat zijn, maar we zullen wel zien. Wat heb jij gezien deze week?
Wel, ja, ik zal om mijn eigen cliché dan maar voldoen, omdat we zijn allemaal fan van clichés. Ja, de lockdown blijft bezig, dus ja, ik kan zo stilletjes dan wel mijn lijst afwerken van documentaires dat ik eigenlijk altijd had willen zien. Vandaag een heavy, een harde, maar wel wel de moeite, denk ik. Niet super onbekend. Een documentaire van 2013, 2014, en getiteld Return to Homs. Homs, de Syrische stad die als een van de eerste steden in het begin van de Syrische oorlog eigenlijk verzet deed, of het verzet begonnen is tegen het regime van Assad. Daar is in 2014 is daar die documentaire verschenen van een kerel die Talal Derki heet. Heeft Sundance prijzen gewonnen. En ik heb het gezien, het is 1:20 en het is hard. Heel hard. Mm-hmm. Wat hebben ze gedaan? Hij heeft een soort, ja, hij volgt in een documentaire, volgt hem twee hoofdfiguren. Met een nadruk op dan één ervan, ene gast, die heet Basset. Dat is een 19-jarige kerel die een enorm getalenteerd was in voetbal. Speelde in het jeugdteam, nationale jeugdteam van Syrië. En die eigenlijk in 2011, wanneer zo die Arabische lente begint overal, en Syrië was een van de laatste landen die daarin meegegaan is, is dan een gast die zich ineens vindt als een activist op een heel vreedzame manier. Dus cool on the documentaire is, het speelt zich af over 2 jaar. Periode tot 2013 dan eigenlijk. 2011-2013. En wat je ziet is eigenlijk het ontstaan van het conflict. Of het ontstaan van de protesten. En dat gaat, en dit is uiteraard geen spoiler alert, naar de meest gruwelijke beelden. Want was ik toch ook weer een beetje vergeten hoe enorm snel dat daar geëscaleerd is. En uiteraard niet ten goede. Dus die Basset volgen ze, en dat begint eigenlijk heel schoon met een gast die muziek zit er gebruikt. Al een opkomst van IS in? Of is dat iets dat je ziet? Of het is nog altijd zo het gruwelijke repressieve van het Assad-regime? Alleen die resistance tegen de Arabische lente. Ja, oké. Okay. Het is echt de periode daarvoor. Hè? Dus IS is echt... Ja, dat is iets later, hè. Is iets later. Ja. 2013, 2014. Ja. Het is zeker een terechte opmerking dat je maakt. Want ik zal er straks wel iets over zeggen waarom dat het eigenlijk heel juist is wat je zegt. Dus die gast begint eigenlijk met een soort... Ja, te staan op een soort verhoogstje in de straten van Homs. En je ziet daar enorm veel mensen luisteren. En die gebruikt eigenlijk gezangen, ben dan een protestzanger, om zich te uiten tegen het Assad-regime. Heel snel, ik heb het ook nog even rap nog eens allemaal gelezen, dat ik het een beetje deftig kan uitleggen. De familie Assad regeert 40 jaar in Syrië en is een heel autocratische familie die qua geloof, deel is denk ik van de Alawieten zeker, die dan op zich een ding zijn, die eigenlijk de minderheid vormen in Syrië. He, dat is eigenlijk uiteraard weer een van de grote basissen. En dat begint eigenlijk nog redelijk oké. Je ziet wel natuurlijk, het is een ander soort demonstratie dat wij gewoon zijn, maar ze hebben dan wat... dat wordt allemaal al gedocumenteerd. En je ziet dat dat eigenlijk nog meer een soort passie is, een soort betoging. Mensen zijn nog aan het dansen. Maar vooral heel belangrijk, dat vertrekt van een vredevolle boodschap. He, heel peaceful. Die gast ook heeft enorm charisma. Een soort 19-jarige voetbal Johnny uit Syrië. Met zo van dat zwart krullend haar. Schoon manneke. En ja, je voelt dat hem dat eigenlijk heel goed doet. En die heeft een maat. En die heet Osama. En dat is een gast die op een totaal andere manier ermee bezig is. Die documenteert alles. Is meer een media- en een fotograaf. En die twee volgen ze omdat die... toch in die, zeker in Homs, zeker hij, die een Basset heeft wel een waarde gehad, is wel een bekend iemand, is een bekende verzetsleider geworden. Dat gaat heel snel. Dat is ook iets, je voelt ook dat we dat ook weer allemaal vergeten zijn. Het is, by the way, Alex, 10 jaar geleden, sinds het begin van de Syrische burgeroorlog. Dat lijkt veel minder lang, hè. Dat is echt heel zot. Dat lijkt hè? Veel dat minder erg. Ja, ja. Maar absoluut. Dus het gaat het 10e jaar in. Het is een oorlog die je niet meer zoveel aandacht krijgt, om de natuurlijk grote reden dat hem grotendeels voorbij is. Het is enkel nog in Idlib dat ze nu nog aan het vechten zijn. Maar toen is hem begonnen. En dat is eigenlijk 2011, zie je die eerste protesten. En amper
ja, een paar weken tot een maand later schiet er van Homs niet veel niet meer over. Mm-hmm. Het is een trip. Het is enorm zot gefilmd, omdat het echt met handicam is. Een van de redenen waarom het gewonnen heeft, is, stond er letterlijk ook in van de reviews, Hollywood-producties zouden dromen van de manier waarop dat die actie in beeld is gekomen. Dat is heel dubbel natuurlijk, maar het is oorlogsjournalistiek van een enorm hoog niveau. Ik heb hetzelfde gezien. Het is ook niet alleen gefilmd door die regisseur natuurlijk, dat kan ook niet. Hè. Het is ook gefilmd door mensen die ontvechten waren. Je ziet de kogels ervoor, je ziet mensen sterven, je ziet ja, hoe dat ze werken. En er is inderdaad ook wel wat kritiek op, daar zal ik het straks nog wel over hebben. Maar wat die vooral in de eerste plaats is, is ik heb nooit een meer indringende beeld gekregen van oorlog. Ik zal u bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Dat verzet in Homs, ja, dat is ook een oude stad natuurlijk. Dat zat vooral in een aantal wijken die ze omsingeld hebben. Hè. Het Syrische leger, dat werd erger en erger. Daar kun ik het ook niet allemaal over hebben. Dat is ook veel te ingewikkeld. Als je dat nog eens leest, dat is ongelooflijk wat die daar allemaal gedaan hebben. De documentairemaker probeert ook niet echt een kant te kiezen. Hij is eigenlijk de voice-over heel de tijd. Hij vertelt gewoon wat er gebeurt. Er wordt heel weinig politiek over politiek gebabbeld. Dat is iets wat de kritiek erop is, maar vond ik verademend. Dit gaat echt eens een verslag van hoe dat de rebellen daar leefden. Je hebt geen contact met het Syrisch leger. Je hoort niemand ervan. En ook al die mensen die praten... spreken zich niet echt uit over Assad of over wat daar gebeurd is. Dat blijft eigenlijk op de oppervlakte. Het is echt 1 uur en 20 minuten gaan. En er waren een aantal dingen die mij zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld ook enorm veel snipers begonnen aan het nationale leger door te zetten. Dus wat deden die? Eigenlijk heel die wijk, die sloegen gewoon gaten door de huizen. Dus een van de sterkste montages is bijvoorbeeld dat ze hem volgen. En die loopt gewoon, Alex, van deur naar deur. Van huis naar huis. Dus dat zijn door die gaten eigenlijk. Ja. Dus je gaat echt van living in slaapkamer. En dat zijn allemaal andere mensen. Allemaal verlaten natuurlijk. Want ja, dat is heel snel dat die aanvallen daar gebeurd zijn. Het meeste deel is daar gevlucht. Het enige wat overbleef waren de rebellen. Mm-hmm. Maar dat is een heel straffe montage. Ook omdat dat zo gewoon is. Hè. Je ziet daar echt die huizen. Ja, dat is gewoon de giprok doorgeslagen. En dat is... Die hebben daar een heel netwerk gemaakt. Ay, enorm, enorm, enorm cool gedaan. Ik kan het natuurlijk niet helemaal vertellen, maar wat vind ik er ook heel knap aan, dat is dat halverwege die documentaire wordt zijn maat, de filmer, geraakt gewond in een ziekenhuis. Je hebt dan al een hele hoop miserie gezien. En je hebt al veel... mensen dood zien gaan en de ziekenhuizen en omstandigheden, vooral de spookstad, gelijk dat je ze ook allemaal gezien hebt, hè, die grijze ruïnes, hebben al Terminator-stijl. Ja. Op een bepaald moment, halverwege, is er een maat, de documentairemaker, die komt in het ziekenhuis terecht en die is eigenlijk een tijdje buiten straat, toch een jaar of zo. Die ding had die in Beirut of zo, dat ze die dan verzorgen. En die gast komt terug... En dat was een hele vredevolle gast. En die is eigenlijk vertrokken daar toen het peaceful protest was. En die komt terug en die zie je onder andere zijn maat, een hoofdgast, de Bassett, de ex-voetballer. En die komt binnen en die zijn allemaal met wapens bezig. Dus daar waar dat die in het eerste deel van de documentaire eigenlijk bijna het protest zijn. Hè. Ook, je ziet daar beelden van mensen die eigenlijk ongewapend naar het leger stappen en vermoord worden. Zijn dat nu full-blown rebellen. Dat zijn soldaten geworden. Ze zijn alleen maar over bezig. En dat is een van de heel knappe shots ook weer. Is dat je hem ziet, want dat is allemaal met handicam gefilmd. Hoe dat hij eigenlijk voelt dat hij een beetje vervreemd van zijn vriend. En zoiets heeft van, hier heb ik niks mee. En hij pakt dan de camera en hij gaat gewoon verder terug filmen. Want hij wilde ook nog wel naar de buitenwereld laten zien wat er in Homs ook nog is. Buiten die rebellen. De man verdwijnt ook. Hij is tot op heden niet meer gevonden. Zijn cameramakker. Dus
de gaat ervan uit dat het niet al te best met hem is afgelopen. Maar zijn waarde daar zal enorm zijn. En ook in die documentaire is hem ook. Want dat tweede deel zie je ook wel dat die rebellenvrienden, dat die niet meer die mensen zijn. En dat vond ik heel straf gedaan. Dat is eigenlijk een mooi beeld van een soort bijna ontmenselijking van oorlog eigenlijk ook. Allee, of dat mensen die daar gewoon door de situatie met de beste bedoelingen beginnen en toch uiteindelijk veranderen in iets dat waar de noodzaak u naartoe dwingt dan. Ja. Absoluut. En wat ook cool is... Allee, cool is niet het woord, maar interessant is dat heel veel van de dialogen dat ze daar doen, ja, dat is oorlogstaal, hè, maar dat is ook, ja, die mensen leven daar ook. Er zitten een aantal enorm straffe scènes in, ook hoe dat ze vastzitten, want het gaat ook echt, de siege van Homs blijft bezig. Het is ook ongelooflijk straf gedaan, dat je dus eigenlijk geen enkele keer iemand van het Syrisch leger ziet. Je ziet die belegering, je ziet alleen de kogels en de mortieren en zo komen. Maar ze moeten tunnels graven, het een al zotter dan het andere. Dus veel van die gesprekken gaan erover, wat je moet doen, hoe dat die werken, ga je met een die mee. Eigenlijk allemaal beperkte dialogen, maar heel veel het gezang. En waar het in het begin het gezang echt ging over het Assad-regime, voelde dat, wat had hij beginnen zeggen, dat meer en meer naar een soort religieus ding gegaan. Het woord martelaar begint heel veel te vallen. En nu, door omdat ik zei wat je er straks zei van IS... Je voelt heel hard een metamorfose gaan. Je voelt dat die een Bassat in heel die zijn klik, dat die, ja, die zijn er iets aan het evolueren. Het woord martelaar valt. Het woord het hiernamaals valt. Het woord ongelovige valt nog net niet. Ja. Nog niet. Maar je voelt ze meer en meer gaan. En het eindigt ook stilletjes aan dat het een open einde heeft. Hè? The return to Homs. Dat is eigenlijk hetgeen dat hem gaat doen. Hij is er al met... En dan boelt hem terug. Want het wordt wanhopiger en wanhopiger. Hè? Ook de kritiek naar het Westen blijft. Hè? Ze hebben, hè, dus die Osama, die cameraman, spreekt op een bepaald moment ook nog wel over de hoop. De reden waarom dat hem die beelden schiet, was dat hem het Westen zou wakker worden. Ja. Maar het blijft oorverdovend stil. Hè? Ja. Een ongelooflijk zot stuk is ook als op een bepaald moment na een van de grote dingen daar, grote massacres dat daar gebeurd zijn, komen er ineens 6 man van de VN aan. Ja. Hè? Dus van die VN-waarnemers. En ze interviewen die niet echt, maar je ziet die mensen bezig. Je hoort dan wel dat het Assad-leger op dat moment een half uur een staakt het vuur doet. Hè. Dus georchestreerd. En je ziet ook de wanhoop in zijn ogen komen van ja, de wereld is ons aan het vergeten. Nobody cares. Hè. Je voelt dat ook wel. Dat is nou eenmaal zo. Dat is wat de geschiedenis ons geleerd heeft. Dat Rusland en Iran daar geen mooie rol in spelen. Maar je ziet dat wel. Je ziet die bijna radicaliseren. Maar ze gebruiken dat niet. Ze zeggen dat ook niet. Je voelt dat aan. En dat is ook een van de kritieken dat de documentaire krijgt. Is, je hebt eigenlijk geen idee waarom dat die mensen vechten. He, dus dat vertrekt vanuit een... Je hebt onmiddellijk dat rechtvaardigheidsgevoel. Dat wou ik eigenlijk vragen. Ja, je hebt dat rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Je hebt dat rechtvaardigheidsgevoel. Je denkt, dit is gruwelijk. Het is ook gruwelijk. He. Er zijn feiten. Je ziet dat die mensen worden gebombardeerd. Maar waarvoor vechten ze? Mm-hmm. Vechten ze voor een vrije wereld? Of vechten ze voor iets wat misschien IS zou kunnen willen, een soort kalifaat. En dat wordt niet uitgesproken, maar hij laat die vraag wel open. En wat sommige mensen door de kritiek vonden, vond ik zo sterk. Ja. Omdat, ja, zo eindigt het ook. Het geeft heel hard de dualiteit weer. Je vindt het niet minder krachtig of zo. Want dat is het zeker wel. Ik vond het echt een hele graven trip. Visueel is het verbluffend. Het is maar 1:20. Het gaat echt snel. Het is niet, hoe zeg je dat? Goor. Het is niet pure gore of zo. Ik bedoel, je ziet helaas tegenwoordig op het nieuws soms zotter dingen dan dat je daar ziet. Maar het is wel heel in your face. Het is heel direct. Het is inderdaad niks wordt opgeblazen. Kogels klinken gelijk dat kogels klinken. Een beetje foempig. Maar wel, je ziet mensen echt geraakt worden. Hey, terwijl in films iedereen altijd geraakt wordt in hart en hoofd. We zien dat daar veel mensen geraakt worden in benen, in enkels. Zo de gewone wonden die je hebt om in zoiets te zitten. En ja,
ik vond het wel heel cool. En wat blijkt, die Talal Derki heeft daarna een andere documentaire gemaakt, die nu ook op mijn lijst staat, of Fathers and Sons, waar dat hem eigenlijk een soort een beetje geïnfiltreerd is in een familie die radicaliseert. Die dus wel zich bij Al-Nusra en zo hebben aangesloten. Dus dat wil ik ook zeker zien, omdat daar heb ik een interview met hem gelezen, dat dat ook een beetje een vervolg erop is. Ook al heeft het niks met elkaar te maken. Het is een losstaand verhaal, Return to Homs. Veel prijzen gewonnen. Ja, ik vond dat cool. Het zat gelukkig op Amazon Prime, alleen niet met de juiste ondertiteling. Helaas. Het zat erin met Duitse ondertiteling en Franse ondertiteling. Ik ben aan de Franse ondertiteling begonnen en daar vond ik het dan toch soms wat te snel voor. Dus ik heb hem gewoon op iTunes gekocht voor €3 of zo, even gehuurd. Ja, cool. Prijzen gewonnen, terecht. Een mindtrip. Een serieuze trip. Ja. En ja... Ik heb dat ook weer even de moeite gedaan om inderdaad even te checken wat de situatie daar nu is in Syrië, omdat we er niet meer over horen. Corona heeft er ook zeker niet om geholpen. Inderdaad, het is min of meer gestopt. De grote winnaar is Assad. Daarom dat deze documentaire ook wel even een eye-opener was, omdat je daar eigenlijk ze ziet in het begin, vol goede bedoelingen. Je ziet ook de zinloosheid nu, omdat dat is wat de actualiteit ons geleerd heeft. Ze zijn daar geen stap verder geraakt. Alleen, ze zijn daar... Ja, ik weet het niet hoeveel dooien dat het zijn. Het zal richting miljoen. Dan heb ik het nog niet over de vluchtelingencrisis, IS en zo. De grote winnaars zijn daar Iran en Rusland geworden. En de Assad-familie. Het is... Met geschiedenis en de actualiteit dat we vandaag weten, na 10 jaar, is het nog cynischer dan dat het op het einde van de documentaire al is. Maar ja, ik vond het wel... ik vond het zeker... ik vond het cool. Het is zeker alle prijzen waard. Ja. Klinkt heel cool. Ja, wat ik net wou zeggen, hetgeen dat je eigenlijk zelf al hebt aangehaald, maar ik vind het eigenlijk een mooie verademing als je hoort vertellen dat je de dingen eigenlijk meer moet voelen in die film dan dat het je gezegd wordt. En dat je een gevoel hebt van oh, deze is waar dat naartoe aan het evolueren is, zonder dat dat in your face geplakt wordt, of dat er van u verwacht wordt dat je ergens een bepaalde opinie over hebt. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat een beetje een verademing is van gewoon iets dat ze u laten zien en dan zeggen, ja, make up your mind hierover. Of zoek hier iets op en denk hierover na. Ja, want dat is, het is te complex. Hè? De Alawieten, ja. De Shiiten, de Soenieten. Ik zeg het, ik moet het al opzoeken. Iran is denk ik... Shiiten zeker? Ik moet het ja. even... Ja, ik moet denk het wel. Het is, de Shia, ja. ja denk het wel. Is, ja. Het is een enorm... Ik moet het opzoeken, want het is... terwijl dan de Soenieten zijn, geloof ik, de meerderheid in de moslimwereld. Dus die zitten daar ook met meesten in Syrië, terwijl dan Assad Alawit Shiit is. Ja. Dus zo complex. Je moet al van de Rudy Frank School zijn... Om er iets van te snappen. Ook, ik ben er nog eens doorgegaan, dat Syrisch conflict, dat is te veel. Ook Homs is ook maar één deel ervan. Erg had me ook Aleppo, Damascus. Maar ik vond dat wel inderdaad een verademing. Om eens even niet bezig te houden met wie dat de goeie of de slechte is. Want het vertrekt heel... Natuurlijk... Ja, of dat u niet altijd gewoon verteld wordt wat dat jij ergens van moet vinden. Nee. Zo, wat je heel vaak hebt met alle dingen die je nu ziet, is dat je eigenlijk altijd naar een bepaalde opinie zit te kijken. En dan misschien om het uit te balanceren, dat je iemand zegt, dat zegt, nu ga ik eens kijken naar iets met de tegenovergestelde opinie. Ja. Maar het is iets heel tof dat iemand zegt, ik ga nu dat gewoon laten zien, wat dat daar gebeurt. En ja, de conclusies kun je zelf trekken aan de hand van... de geschiedenis van wat dat daar gebeurd is en van wat dat jij denkt dat daar gebeurd is. Hè? Absoluut, absoluut. Dus zo één, het relativeert ook wel. Hè. Oorlog is de grootste dooddoener op letterlijk vlak, maar ook natuurlijk in corona-gezaagdag. Maar zo in heel, is een bekende scène, ook het film, maar wel een toffe scène. Dus ze zitten daar, ja, het zijn ook snipers, het is overal duidelijk hetzelfde. Als je al dat soort oorlogdocumentaires ziet, ja, dan zijn dat conversaties over... Ja, over tabak gooien op een andere kant. En, maar ja, die andere kant, dat is 30 meter. Maar ja, dat is de gevaarlijkste 30 meter ter wereld. Hè. Dus dat is zo die gewoonheid van die dingen. Ook wat die aannemen, dat viel me ook enorm op. Ja, die hebben zo jeansbroeken aan. En die hebben ook bijna allemaal Adidas schoenen aan. En Adidas pulletjes en dingen. Ik weet dat ik zo...
dacht van, ja, als je nu Adidas zei of zo, dat is kei raar of zo. Mm-hmm. Die met sneakertjes aan, maar die zijn dan vuil, want ja, mm-hmm, dat is natuurlijk, dat is, hebben ze allemaal al eens gaan afbreken, bij iemand een huis verbouwd, ja, dat is het enige waar dat die leven, maar dan, allee, die zijn vuil en vies, maar die hebben geen soldatenkleren aan. Nee. Die hebben gewoon... Het zijn echt rebellen, hè. Het zijn echt mensen die een aantal, tot voor een jaar of twee ervoor waren, dat gewoon mensen gelijk ik en jij, hè. Ja, die een voetballer. Ongelooflijke carrière als voetballer. Ja. Nu, ik heb hem nu even opgezocht. Hij is uiteindelijk, hij is blijkbaar vorig jaar gestorven. Hij is blijkbaar gesneuveld vorig jaar. Bassett, hè, blijkbaar toch wel een figuur. Als die en Osama hebben ze nog altijd niks over gevonden. Gaan ze vanuit dat hij er niet meer is. Mm-hmm. Maar dat gaf ook weer even aan. Dus dat is eigenlijk maar 2 jaar waarover dat die film gaat. Maar die man heeft natuurlijk nog 5 jaar verder gevochten en blijven vechten. Uiteindelijk is hem dan vorig jaar in het laatste grote Syrisch leger, het offensief van het Syrische leger, is hem dan blijkbaar gesneuveld. Maar als je ziet wat dat er tussen de documentaire periode en nu gebeurd is, dat is zo'n kluwe van ja, je had het nog niet over die Koerden en IS. En IS ondertussen al minder. En IS is nu terug blijkbaar ontkomen. Ja, en het niet ingrijpen van Europa en van de Verenigde Naties. En dat maar Rusland dat wel. Ja. Rusland dat er dan zit. En het is... maar hoe, het is wel wat er even verademend aan is. Je kunt dus eindelijk focussen op die dagdagelijkse strijd dat die mensen voerden. En dat is... ja, ik vond dat wel... weer een hoop relativeren, hè, als we dan toch weer even binnen moeten blijven, of wat ook erg is, is, ja... Ja, dat is wel waar, absoluut. Ook die dingen, hè, als ze zo bezig zijn, of de ziekenhuizen zitten vol en zo, hè, er zit geen humor in wat ik nu zeg, maar ja, hoe dat daar... Hè, mensen dan komen binnen met schotwonden en je ziet dat die eigenlijk wel dezelfde soort dingen hebben. Hè. Ik bedoel, we denken altijd bij dat soort gebieden dat pure achterlijkheid is. Dat is dat niet, hè. Dat is gewoon, hè, daar is ook een dokter bezig en die steekt ook dingen en er zijn ook verbanden en infusen en zo. Maar die doen dat niet in een bed, hè. Dat is in een soort kapotgeslagen stuk huis. Infectiegewijs wil het allemaal niet weten. Ja, die... Ja, zo de hospitalisatieverzekering en zagen dat je geen kamer alleen hebt of zo. Dat valt wel mee als je dat ziet. Die vriendschappen en die... Ja, ik vond het... je zit er los op. Het is alsof dat je meegaat. En ja, een tril. Een beetje voyeurisme van de hoogste graad, maar tegelijkertijd misschien ook iets dat u wat meer empathie geeft voor zoiets. Ja, omdat je gewoon mensen ziet. Ja. Je kunt niet... Allee, ik wil hier niet het vluchtelingenprobleem in een wekelijkse podcast oplossen. Jezus, er zijn er mensen voor die meer geld willen krijgen. Andries, ik had meer van u verwacht met deze documentaire, maar oké. Maar als je dat ziet, dan denk je, laten we het nog even hebben, maar... Waarom dat ze gevlucht zijn, daar gaan we nou niet meer over discussiëren. Het was daar niet Het fijn. Was geen aanstellerij. Laten we dat duidelijk maken voor de mensen die dat nog in die train of thought zitten. Ja. Misschien wel een aanrader dat ze die documentaire dan eens bekijken. Als het u één ding kan leren, inderdaad, je stapt liever op een gammele boot met een verdrinkingskans van 20% of 30%, dat dacht je nog een seconde daar. Dat is, jongen, Dus dat was het voor mij deze week. We hebben al wel afgesproken, ontbidsen, dat we binnenkort ook de last dance gaan doen, om toch iets tof te doen. Maar Dat is cool. Heb ik ook al bekeken tot hiertoe. En ik weet dat jij een mega basketfan bent en dat jij van die periode superveel kent. Dus dat zal al wel interessant worden. Dat gaat sowieso al iets... hoe zal ik zeggen? Hoe noemt hij dat? Meer optimistischer of zo? Is dat het woord... Maar wacht, Andries, je weet nog niet waar ik het over ga hebben. Het is goed dat je zwaar een diepgang hebt gehad in hetgeen dat jij bekeken hebt. Want hetgeen dat ik bekeken heb, daar kan ik nu al van zeggen dat ik van al onze kijkers en luisteraars al een bedankt verwacht. En ook van u, want dat kun je klasseren onder ik heb het gedaan zodat jullie het niet hoeven te doen. Het is een taking it for the team van de hoogste graad.
Hetgeen dat ik heb bekeken deze week is... ik heb hem op Blu-ray besteld, want ik moest het natuurlijk hebben. Maar waarom in godsnaam, Andries? Dat is namelijk het regiedebuut van niemand minder dan rocker en punker Glenn Danzig. En die is een film heet Verotica. Nu, ik heb dat ding bekeken. Nu, ik moet zeggen, ik had er al wel wat dingen over gelezen en wat dingen over gehoord. Het bereidt u nog altijd niet voor op wat dat het eigenlijk is. Er werden vergelijkingen gemaakt mee. Het is de Room van de horrorfilms. The Room, bekend als legendarische slechte film van Tommy Wiseau, die dat ook de hoofdrol speelt. Een geweldige film over gemaakt die nu trouwens op Netflix staat. The Disaster Artist met James Franco in de hoofdrol, die dat ook heeft geregisseerd. En die speelt ook Tommy Wiseau. Nu, je zou het nog willen dat het The Room was. En ik weet dat dat klinkt alsof dat het mega overdreven is, maar hou u vast, ik was totaal niet voorbereid op wat dat dit ging worden. Mag ik één ding zeggen? Zijn dat geen comics? Ja. Had je al in een comic? Ja, dus je had een comicboek uitgeverij, die heet Verotic, en die heeft die beginnen uitgeven in de jaren 90. Die is begonnen met comics als Death Dealer, waar gebaseerd was op schilderijen van Frank Frazetta, een legendarische schildertekenaar die ook ons bekend maakte met de Conan-figuur, Robert E. Howard. Die maakte de legendarische schilderijen, waardoor dat je het beeld hebt van Conan in je kop. De bodybuilder met het lang haar en het zwaard en heel die sword and sorcery. Dus je had ook een figuur, Death Dealer, die zo op een paard zit met een grote helm. En daar heeft dan Danzig een verhaal over geschreven. Simon Bisley tekende ook een aantal van die dingen. Dus Verotic heeft wel een aantal hele grote, hele goede tekenaars aangetrokken. Een aantal van die verhaaltjes in het begin. Ygritte gaat over een gevallen, zo'n soort demon die dat dan eigenlijk Jezus doodsteekt op het kruis. Met als kleine... een added bonus dat je tussen het volk dat staat te kijken dan zich kunt ontwaren in het publiek. Het is eigenlijk een beetje leuk. Hè? Verotica is eigenlijk een soort anthologie-comic. Hè? Wat de film ook is. Hè? Te vergelijken met dingen. En nu, pas op, nu ben ik zo beleefd als ik kan zijn met dit soort vergelijkingen. Want houd u vast, dat is het niet. Maar als je denkt aan dingen als Tales from the Crypt. Of je denkt aan dingen als Creepshow. Hè? Het is eerder Peepshow deze, maar daarover zo dadelijk meer. Dat is eigenlijk een beetje de basis ervan. Hij haalt zelf nogal heel hard Black Sabbath van Italiaanse regisseur Mario Bava aan als een van zijn hele grote inspiraties. Nu, trust me, ik heb die film gezien. Dat is, dat heeft er nog niet neffen gelegen, maar echt totaal niet. Ik snap wel van waar het komt. Hè. Je hebt mensen als Mario Bava, die zeker bijvoorbeeld in die film Black Sabbath, er zit zo'n gedeelte in. Hè. Dat zijn ook drie verhalen die aaneengepraat worden door een soort verteller, wat je ook bij Creepshow bijvoorbeeld hebt, of bij die comics Tales from the Crypt. Maar wat je daar hebt, is... Mario Bava is ook iemand die dat net zoals bijvoorbeeld Dario Argento, die heeft ook een film Inferno, waar je zo heel mooie gebruik hebt van kleuren. Hè? Zo dat, die gebruikt soms heel felle kleuren, maar door die op een bepaalde manier tegen elkaar af te zetten, krijg je een heel, heel mooi, bijna vervreemdend, droomachtig, nachtmerrieachtig beeld. Bij de Glennie zijn een roeilamp en een groenlamp aan doen. We zullen dat even terzijde laten. Dus we krijgen een antologie. Je hebt Morella, dat is eigenlijk degene die het allemaal een klein beetje aan elkaar praat. Heel hard gebaseerd op van die figuren als Vampirella of als Vampyra eerder. Of als de Vampyra, die dat ook trouwens in die Ed Wood film komt. Iets waar... die bijvoorbeeld meedoet in die film Plan 9 from Outer Space. We weten ook dat Glenn Danzig zijn eigen platenmaatschappij destijds Plan 9 noemde. Dus we weten dat hem fan is van Edward D. Wood Jr. En daar heeft deze al veel meer mee te maken dan met Mario Bava. Maar ook zelfs hier vind ik het dan nog een klein beetje een belediging voor Ed Wood, dat ik die ook nog eens in dezelfde zin zet als deze onwaarschijnlijk onding. Dus het zijn drie verhalen die je krijgt. We beginnen net, houd u vast, die Albino Spider of Daggett. Een van zijn comics ook, maar speelt zich af in Frankrijk. Niet dat je het ooit zou weten, want het is eigenlijk een slecht belichte kamer die eruit ziet als een studenticoze pornofilm. Maar het is echt letterlijk dat.
Er doet iemand in mee, de hoofdrol, degene die Dajet speelt, is Ashley Wisdom, die we kennen van meesterwerken als Kirby Lesbians 2, My Sexy Boss Likes Anal and Big Wet Interracial Tits. Ik weet niet of je al door hebt waar we naartoe gaan hier, maar de helft van de cast, als niet meer, komen eigenlijk uit de adult industry. En zijn misschien heel goed dat die kunnen acteren als er ergens een penis insteekt, maar als die gewoon iets moeten zeggen, is dat redelijk vermoeiend om het nog maar zachtjes uit te drukken. Nu, dat verhaal speelt zich af in Parijs. Niet dat je het zou weten, zoals ik al zeg, maar waar weten dat dan? Dat weten namelijk omdat iedereen daar speaks with an accent that is even worse dan de dingen die dat je in allo allo hoort. Maar het is echt onwaarschijnlijk. Nu, Dajet, het hoofdfiguur, gespeeld door Ashley Wisdom, is dus een meisje met een vrouw met opgespoten lippen en een gezicht dat zo vol botox steekt dat die eigenlijk bijna geen enkele uitdrukking kan tevoorschijn toveren op haar gezicht. Begint met een gezond stukje fellatio. Dus ze ligt in een zetel met een jonge man. Ja, daar begint het mee. Pas op. En je ziet de slechtste CGI witte spin aller tijden vlak op een roos staan die op een tafel naast de zetel waar het allemaal in aan het gebeuren is. Dat zijn de beelden die je ziet. Daar begint het mee. Je begint met, oh yes, suck it, suck it. Maar dit is echt het niveau van de dialogen. Ik ben hier niks aan het verzinnen. Ik ben ook niet aan het parafraseren. Op een bepaald moment trekt Dajet haar t-shirt... Allee, wil die man haar t-shirt uittrekken? En zij zegt, no, 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 don't do it. Die doet dat wel. Nu, wat blijkt, wat ook in de comic zo is, maar er wordt niet uitgelegd waarom, en ik kan het u ook niet vertellen. In plaats van tepels heeft Dajet twee ogen op haar borsten staan. Waarop de andere figuur de nu al onsterfelijke zin "Your tits are looking at me" uitspreekt. Ja, tot dan had ik ook geen idee wat ik hierover moest denken. Die man loopt gillend uit de scène en die vrouw zit daar te huilen en zegt het is weer al gebeurd. Maar wonder boven wonder, het wordt nog erger, ook de ogen op haar tieten beginnen te huilen. En een van die, ja, hou er vast. En een van die tranen valt op die vreselijke witte CGI-spin. En die spin verandert in de albino spider waar het verhaal over gaat. Dat is dus een man in een rubberen pak met zes armen, waarvan er maar twee echt werken. Want die vier anderen die hangen er eigenlijk een klein beetje verslagen bij. En het hele idee van dat verhaal is dat elke keer dat Dajet in slaap valt, de albino spider iemand gaat vermoorden. Ook altijd een prostituee, want je merkt ook al heel snel in Glenn Danzig's en films dat alle vrouwen die daarin lopen ofwel bijna geen kleren aan hebben, ofwel zo van die lakleren ho-gothic outfits, waar je van denkt, deze heb ik niet meer gezien sinds de jaren 90. Ik wist niet dat die mensen nog bestonden. Maar die films lopen ermee vol. Die gaat dus vrouwen vermoorden, die een albino spider, elke keer dat Dajet in slaap valt. Die breekt hem die in een nek en die krijgt dan de geweldige naam van de politie, Le Neckbreaker. Ik verzin dit niet. Even. Ja. Doet de Glenn zelf mee of niet? Nee, die doet er niet mee. Alle chance, thank God for small favors. Dat was het allerleste dat ik nog had aangekunnen. Maar er zit wel een scène in waar ik het zo dadelijk over ga hebben, die dat eigenlijk ook, die dat ook onwaarschijnlijk is. Het enige dat nog meer ludicrous is dan de outfits en de kleren, zijn de accenten. Dat is onwaarschijnlijk. En het geacteer is... Dat is, ja, ik denk dat echt letterlijk, jij zou June of ik zou Amy kunnen leren om iets te doen en die doen dat 10 keren beter. Maar dat is onwaarschijnlijk. Heel die film blinkt eigenlijk uit in twee dingen. Ofwel blijft de shot te lang duren, ofwel wordt hem te abrupt afgebroken. Maar je krijgt dus echt scènes waarin je bijna een Gaston en Leo hebt die na hun mop zo wat vragend naar de camera kijken van, allee, wat vind je daarvan? Dat. Maar je krijgt dat dus na een scène dat iedereen er wat staat en je voelt dat er nog niemand kut heeft geroepen. Maar dat een dialoog op is, dat ze eigenlijk ook niet meer weten wat dat ze moeten doen. Dus dat er zomaar wat ongemakkelijk wordt geschuifeld totdat dat beeld ineens verandert. Dus dat krijg je, dat is het eerste verhaal. Hè. Waar gaat het naartoe? Geen mens dat het weet.
Dan komt Change of Face, wat zijn interpretatie is van houd u vast, de pretentie blijft komen. Les yeux sans visage, dat is eigenlijk een film van Georges Franju, een klassieke horrorfilm uit 1960. Zwart-wit, die dat in Engels Eyes Without a Face heet, waar Billy Idol trouwens nog een liedje over heeft geschreven dat daarop gebaseerd is. Ja, die is eigenlijk een man die daar een verminkte dochter heeft en dat is een chirurg. En wat doet hij? Die gaat vrouwen hun gezicht afsnijden om zijn dochter een nieuw gezicht te geven. Zwart-wit horrorklassieker uit 1960, zoals ik het al zei. Werd ook trouwens in het Engels in Amerika uitgebracht onder de naam The Horror Chamber of Dr. Faustus. Hoewel dat er geen Dr. Faustus in voorkomt, maar dat mocht de pret zeker niet bederven. Maar nu krijgen we dus A Change of Face. Dat is het tweede verhaal. Dat gaat over een stripteaseuze die heel hard lijkt op Elvira. Ik weet niet of je dat figuur nog kent. Even populair geweest in de jaren 90. Een soort update van Vampira, eigenlijk ook zo'n soort antologieprogramma dat zij dan presenteerde. Dus je krijgt dat soort figuur, zij is een stripteaseuze met een verminkt gezicht, die andere vrouwen hun gezicht gaat afsnijden en dat dan op haar gezicht plakt en dan striptease danst. Voilà. Dat is het verhaal. Dat is ook waar het naartoe gaat. Namelijk nergens. Maar nu krijgen we het geweldige figuur. Dat is een acteur die heet Sean Kanan. En dat is eigenlijk de enige gast dat ik heb kunnen ontwaren in heel die film die al iets heeft gedaan waar je van hebt gehoord. Je hebt al andere mensen die in programma's gekomen zijn. Maar volgens mij waren die altijd klant nummer 1 en man op bus nummer 3. Maar dan deze, dus Sean Kanan, is eigenlijk een acteur die het bekendste is voor zijn rol van Mike Barnes uit de Karate Kid 3. Nu, ik weet niet of je die ooit gezien hebt, maar zijn een tegenstander erin, de bad boy of karate, is eigenlijk Mike Barnes. Dat is niet zo'n hele slechte acteur, by the way. Ook in die film. Dus ik wanhoopte al om te weten dat die erin ging komen. Ik dacht, wat gaat die daar doen? Nu, die speelt ook, is heel bekend voor zijn rol als Deacon Sharp in The Bold and the Beautiful. En die spin-off ervan, The Young and the Restless. Dus dat is ook een heel bekende soapacteur. Die er al over de 600 afleveringen in heeft gezeten. Dus niet een volledige nobele onbekende. Maar wat krijgen we nu? Sean Kanan heeft uiteraard als enige acteur in die film deur in wat voor een film dat hem ziet. Ja. Met andere woorden, die je denkt, ik kon gewoon mega hard overacten, mijn eigen keihard aanstellen, spreken in een stem die nergens op slaat. Je spreekt eigenlijk in een stem die, als er gelachen wordt met Christian Bale, where is he? Dat is eigenlijk een beetje dat. What is he doing? What am I doing? Maar zo dat, letterlijk. Die kijkt ook een aantal keer bijna vragend in de camera van snap de golle deze eigenlijk ook allemaal nog. En een van de beste momenten is dat er dus een lijk ligt met het gezicht afgesneden. Een jonge dame die vermoord is door die stripteaseuse die alleen bekend staat als Mystery Girl. Er is dus een bepaald moment dat lijk ligt op de grond. Er staan 3 politieagenten, waaronder dan de grote sergeant Anders, gespeeld door Sean Kanan, met 2 politieagenten die, ja, donuts aan het eten zijn, ik verzin dit niet, die zijn aan het kijken naar dat lijk en op een bepaald moment zegt hij zijn dialoog, die een dialoog is gedaan, en dan beginnen die zo'n fake gesprek dat zou moeten dienen voor een fade-out. Weet je wat ik bedoel? Die zijn eigenlijk niks aan het zeggen, maar dat is een beetje gelijk dat je soms krijgt als je de nieuwsuitzending hebt en dat eindigt, en dan draai je die naar elkaar en beginnen die zo wat gezellig te tetteren, maar dan mogen wij niet meer horen wat die zeggen. Nu, de bedoeling is natuurlijk, je hebt zo'n heel bekende truc in films, dat is de Walla Walla, zoals dat heet, wat meestal iets is dat ze doen als een groot publiek ergens op moet reageren. Als een advocaat in een rechtszaak zegt, en daarom word jij op dat uur daar. En dan zeggen alle mensen, alle figuranten, walla 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 walla. Maar omdat ze dat faden naar de achtergrond, klinkt dat als een hoop mensen dat echt tegen elkaar dingen aan het zeggen zijn. Terwijl die zeggen eigenlijk niks. Nu, die scène kreeg je, dat die 2 tegen elkaar beginnen, en dat is letterlijk deze. We'll have to find the murderer.
Maar iemand is vergeten van het geluid naar achter te faden, zodat je eigenlijk hoort dat die complete nonsens tegen elkaar aan het zeggen. Maar op dat moment dat je daar zit, het gevoel dat je dat weet. Heb het gevoel dat dat nonsens is. We spreken hier wel nog altijd over een van de grootste muzikanten in punk, rock en metal aller tijden. Hè? Ja, en het is onbegrijpelijk. Je snapt het niet. Want ik zat er echt Het is geen Rob Zombie dat hem gepoeld heeft. Nee, totaal niet. Rob Zombie, als je dat in dezelfde zin vermeldt, dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Want het zijn al twee rockartiesten dat ook regisseurs zijn. Rob Zombie is een regisseur, hè? Dat is een filmmaker. Dat is iemand die je kunt fan zijn van die zijn films of niet. Dat maakt allemaal niet uit, maar dat is geacteerd, dat ziet eruit, dat is belicht, dat klopt. Je zit er naar aan het kijken, die film kun jij niet maken, hè? Ik en jij kunnen ons op pad sturen met een camera, een roeilamp, een blauwe lamp en een groene lamp en wij maken een betere film. Dat durf ik beter, nu... Is het beter als de Gert Late Night film? Nee. Nee, de Gert Late Night film is beter, want de Gert Late Night film is opgenomen door mensen die professioneel films maken. Dus je zit eigenlijk te kijken... Ik denk dat hij wat vrienden heeft ingehuurd of wat studenten die dat hem niet moest betalen, die dat zo in hun eerste jaar filmschool zitten. Of een maat aan een camera had. Of iemand dat iemand kende. Ik probeer nog één keer. Ja. Is in zijn laatste platen van een beter niveau dan de film? Nee, ook niet. En zijn laatste platen zijn ook schabouwelijk, maar de film is echt nog oneindig veel erger. Want we zijn nog niet geraakt aan deel 3, Andries. Hoe ze gaat blijven gaan? Gaat wel zoiets... Deze is puur fanliefde, waarom dat gaat uitzien? Nee, of gaat zoiets, komt een goede podcast aan. Nee, er komt een podcast aan. Ik moet dat uitgezien hebben. Ik moet dat kunnen vertellen. Dat ten eerste. En ten tweede, weet je wat dat ook is? Dat is kijken naar een heel zwaar auto-accident. En denken, dat is verschrikkelijk, maar ik kan wel niet wegkijken. Dat is mega saai ook. Dat is ook het ergste eraan. Dat duurt anderhalf uur, maar dat is anderhalf uur dat je echt letterlijk nooit niet meer terugkrijgt. Want nu hebben we het nog niet gehad over het feit dat er dus twee striptease-scènes in zitten die uitblinken in... want het grappige is dat Verotica een samenvoegsel is van violence en erotica. Dus je krijgt eigenlijk geweld en erotiek. Nu, dat geweld is ludicrous en erotiek is in de verste verte niet te zoeken. En niet te vinden ook niet. Dat ziet er meer uit als een soort vieze oude man die je graag kijkt naar meisjes die niet veel aan hebben. Maar het zijn ook allemaal vrouwen van het soort allooi dat je denkt, die zien er ook allemaal uit als pornosterren. Hè? Die hebben allemaal opgespoten fake tieten, die hebben grote lippen, die hebben... Dat zien er allemaal zo wat van die... Alles is ook belicht als een pornofilm. Als je het bekijkt, het ziet er ook ongelooflijk deprimerend en goedkoop uit. Geen enkele locatie geloofde ook. Je gelooft niemand in het is eender welke rol. Hè, om terug te gaan naar die albino spider of Daggett. Op een bepaald moment Daggett, dat zit na te denken als in zo. Hè, want dan zit hij aan het nadenken, Andries. Want zo denkt hij na. En er komt een ober naartoe gestapt en die ober geloofde ook niet. Die heeft een wit hemd aan en een zwarte broek, want dat moet een ober zijn. Maar die zijn hemd staat lichtjes open en je ziet zo'n nektattoo tot hier. Dus je weet, dat is gewoon een gast dat je kent, waar je van zei, doe even dat hemd aan. En die komt eraan en die zegt dan, be careful on the road for the neckbreaker. Maar dat is de dialoog, hè? Dat is letterlijk dat, hè. Dus je zit daar naar te kijken, hè. Je krijgt die striptease-scène in de tweede vignet, Change of Face, waar dat dan die stripteaseuze was tot te dansen, op een nummer van Danzig, by the way, want dat is natuurlijk wel het hele funnie eraan. Je krijgt eigenlijk de soundtrack trouwens er ook bij, hè, bij de Blu-ray. Je hebt hem gekocht al en alles? Ja, ik heb hem gekocht, ik heb dat ding gekocht, ik moest dat hebben. Het ziet er heel nog goed wel. Eigenlijk, dat ziet er 10 keer beter uit dan dat het is. En daar heeft het wel iets heel hard gemeen met een hele hoop van die Z-horrorfilms van vroeger. Die hadden meestal een hele goede schilder, dat zo die hoes, het ontwerp van die hoezen was eigenlijk altijd heel mooi. Het is wanneer dat je die film instak, dat je zag dat die film niks te maken had met die hoes. En dat heeft dat ook wel een klein beetje. Hè?
Dus je krijgt striptease-scènes die echt de volledigheid van het nummer ook duren. He, dus er wordt niet heel veel gedaan met de camera. Dat zoomt even in, dat zoomt wat uit. Maar je zit dus te kijken naar een nummer van 3 minuten waar een griet slecht op staat te strippen, by the way, ook nog. Want dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Het is ook niet dat dat cool gefilmd is of dat je denkt... Hey, je kunt je dan voorstellen dat een film als... Coyote Ugly, waar je die grieten ziet dansen op de toog en vuur en dit en dat, showgirls, alleen noem het maar op. Dan zie je ook een hele hoop vrouwen die... Hè, dat is ook een halve exploitatie van mooie vrouwen, maar dat is tenminste nog goed gedaan. En dat ziet er cool uit. Deze ziet er echt uit als een vieze oude man die een camera gericht heeft in een stripclub... Op een niet zo heel aantrekkelijke stripteaseuze, waar je zo veel te lang naar moet blijven kijken... Die film loopt ook weer niet af. Het is niet dat ze... Hè, op een bepaald moment, hij ontdekt dan dat zij, Mystery Girl, degene is die dat al de gezichten eraf snijdt. Ik geef hier geen spoilers weg, want dat maakt allemaal geen holle dat je er naar zit te kijken waar dat dan naartoe gaat. Hè, dus die politieagent, gespeeld door Sean Kanan, zoals ik het al zei, wordt op een bepaald moment langstachter aangevallen. Dat is ook een van de meest fantastische scènes aller tijden. Door Mystery Girl. Zij pakt een mes, begint te snijden in zijn gezicht. Hij pakt zijn geweer, schiet recht naar voren richting de camera en raakt haar 3 keer in haar lijf, terwijl dat hij achter hem staat. Geen idee hoe dat hem het doet. De magic bullet theory van de Kennedy-moord is niks in vergelijking met wat daar gebeurd is. Zij wordt dan gewond en loopt dan weg. En dat eindigt dat vignetje, maar dat zij dan nu staat te dansen met een ander masker op. Maar je ziet zo met make-up dat ze zo wat kogelgaten heeft. Dus ze is niet dood. Je zou denken, en dan? Nee, dat was het. Hè. Dan krijgen we deel 3, want he saved the best for last. Want ik had al... tegen dan lag ik al half in de zetel te denken... Ja, ik moet het hier morgen over hebben met een Andrees, dus ik moet deze nog verder zien. En toen kwam deel 3, en houd u vast, dat is Drukija, Contessa of Blood. Nu... Ook weer een comic van Verotic. En dat gaat over een soort Elizabeth Bathory-figuur. Dus het speelt zich nu ook, houd u vast, af in de middeleeuwen. Ja, Andries, we gaan terug in de tijd. De kostuums zijn ongeveer 15 kilometer verwijderd van huis Baes, maar dat is waanzin. De helft van die pakken zien eruit alsof dat... kende die momenten dat je zo door hebt dat het carnaval is op school, maar je wordt vergeten van een outfit in elkaar te steken? Ik heb het ooit meegemaakt. En je zegt, weet je wat, zet een emmer op je kop, pak een schild en je bent een ridder. Hè? Ja. Zo, dat is letterlijk dat. Dus je zit daar al naar te kijken, je denkt, ja, deze is al onwaarschijnlijk. Het speelt zich ergens af in... ik denk dat Elizabeth Bathory van Hongarije was, dus ik durf mij iets oostblokkerig voor te stellen, wat we natuurlijk ook weten, omdat het woord virgin uitgesproken wordt als vergin. Dus dan denk je, we zitten nu daar. De hoofdrol in dat geweldig vignet is... Alice Tate, die we kennen als Woman Number 2 in de Kaminsky Method. Daar heeft hij klaarblijkelijk in één aflevering ingezeten, waar ze vrouw nummer 2 is. Wat hij doet, is uiteraard wat Elizabeth Bathory ook deed, namelijk maagden hun keel oversnijden en baden in dat bloed, omdat ze dan jong blijft. Hier heb ik meteen het hele verhaal verteld, want er gebeurt dus niks anders dan dat er een maagd af en toe de keel wordt overgesneden. Dan zit hij in een bad haar eigen te wassen in dat bloed en die scène duurt 10 minuten. Er is niks anders aan de hand. Er is geen spanning, er wordt niet gebabbeld. Je vraagt u niet af wat er gaat gebeuren. Nee, die is haar eigen aan te wassen. Gevolgd door een beeld waarin dat ze in de spiegel kijkt om te zien of dat ze jonger geworden is. Die scène duurt 6 minuten. Ik ben niet aan het zeveren. Van een vrouw die in haar eigen naar de spiegel aan het kijken is. Dat hebben we allemaal al meegemaakt, 's morgens in de badkamer, maar daar heb ik niet echt goesting om daar geld aan te geven. Die hebben een half uur gemaakt van een verhaal dat maximum 5 minuten in beslag moet nemen. Die timing van die dialogen is verschrikkelijk, dus die babbelen tegen elkaar, dan valt er een 5 seconden stilte, wat een eeuwigheid is in een film, en dan wordt er geantwoord. Dus je zit heel de tijd te kijken naar iets waar je van denkt, deze is het slechtste toneel dat je kunt voorstellen, niemand kan acteren, en dan krijg je ook nog eens van die gruwelijke
fouten die dat daarin gebeurd zijn. Maar echt dingen waar je van denkt, hè, lijken die er liggen, maar nog knipperen met hun ogen. Eén dat letterlijk met haar hand beweegt. En een van de mooiste scènes in de film, dat zelfs gebruikt wordt in de menu, is dat er een jong meisje, topless uiteraard, ondersteboven hangt. Hè, het Drukija Contessa figuur gaat er naartoe, snijdt haar keel over, het bloed spuit met rivieren in die haar gezicht. Maar op een bepaald moment, die moet dus dood zijn, want die haar keel is over. Die hangt daar, dat bloed sput eruit. Maar dat bloed begint in die haar mond te lopen en die doet letterlijk... En die spuugt dat zo wat uit. Dat is echt, dat gebeurt echt. Dus je zit er naar te kijken en je denkt... Ja, die is niet dood, hè. Dat is overduidelijk. Dat alles is ja, van een gruwelijkheid dat je bijna niet meer voor mogelijk houdt. En toch moet ik zeggen, nou, alles wat ik gezegd heb... Dat is wel een van de meest memorabele dingen dat ik deze jaar gezien heb. Sowieso. Omdat dat... Hoe slecht dat je ook denkt dat dat is... Je zit totaal niet voorbereid op hoe slecht dat het eigenlijk echt is. En het wordt vergeleken met de groten der aarde, hè, Andries. Er zijn ook dingen die erover geschreven zijn door mensen, waar ik van denk, deze is de enige mens dat ze gevonden hebben dat er waarschijnlijk iets positief over had gezegd, was Pat O'Sullivan van de Daily Grindhouse. Shame on you, Pat. Ik weet niet wat jij deze jaar gedaan hebt, maar zijn comment was, Verotica is the best horror movie I've seen in theaters this year. Volgens mij heb jij nog nooit in je leven een andere film gezien. Of dat misschien heeft hem deze jaar de Marianne gezien. Dat zal het dan ongetwijfeld zijn, want er is letterlijk geen enkele andere reden. Maar het moet wel gezegd worden... Hè, het was ook... Ah ja, geld. Sowieso, maar die heeft mijn geld al jaren verbrolzen. Dus dat kan ik hem echt niet meer kwalijk nemen. Dat kan ik alleen mijn eigen nog maar kwalijk nemen. Maar het is een trainwreck of epic proportions. Maar echt, je kunt je ook niet voorstellen dat je... Ik heb ook gezien dat hem op een aantal van die premières is die aanwezig geweest. Onze hele goede vriend Stefan Zich was in New York aanwezig op de première. Had zichzelf er weer naar binnen geluld, zoals hij het alleen maar kan. Is Stefan Zich onlangs geweest, of hè? Die is gaan kijken naar de Misfits in Madison Square Garden. Die heeft die show gezien toen. En de dag ervoor was de première van Verotica in een of andere cinema. En die is er toen binnengerokt. Die heeft dat daar toen gezien. Sinful Celluloid had ook te vertellen over deze film. Has cult classic written all over it. Nu, daar gaan we niet over liegen. Dat is een film dat, als gezegd, we gaan met de vrienden bij elkaar zitten, we trekken een hoop bier open en we zetten iets op waar we van zeggen, hier gaan we alleen maar mee lachen en je moet totaal niet opletten, is dat wel de ideale film. Het is boring as fuck wel, want hoe langer dat het duurt, hoe saaier dat het wordt. Maar het is toch, zelfs in die saaiheid, ook nog zo slecht geacteerd, dat je toch wel altijd iets vindt om mee te lachen. Als je de Blu-ray trouwens koopt, krijg je ook de DVD erbij, voor wie dat het ook nog zou moeten hebben. En de soundtrack zit er ook nog bij. En de soundtrack waar Dan zichzelf een liedje voor geschreven heeft, maar ook Ministry een nummer onuitgegeven op heeft uitgebracht. Yurki 69, die we misschien allemaal kennen als de zanger van de 69 Eyes. En dan nog een aantal bands waar ik nog nooit in mijn leven van had gehoord. En dat gaat daarna ook nooit niet meer gebeuren. Yeah. Dus daar moeten we helemaal geen schrik van hebben dat dat meer gaat zijn. Nu, je hoort Glenn Danzig dus inderdaad. Die is een aantal keren op premières, altijd eigenlijk op die premières. Want ik denk dat dat ook de enige keren zijn dat die films gedraaid hebben. Ik moet er ook heel eerlijk in zijn. Ik denk dat hij een mini-tour heeft gedaan van een aantal steden. Dat hij daar aanwezig was. Een van de dingen dat legendarisch was over wat hem zei over de film, was dat hem na de film nog even een Q&A kwam doen en dat hem dan zei, "You guys laughed at a few scenes that I wouldn't have laughed at, but that's okay." Wat voor mij bijna weergeeft dat hem eigenlijk ook niet deur heeft waar dat het hilarisch, ongewild grappig is. Ik hoop het eigenlijk van wel, want anders zou hem enorm veel dommer zijn dan dat ik denk dat hem is. Ik hoop dat hij ook gegaan is voor die... Maar ik heb toch ergens een gevoel dat hij ook van zijn eigen vindt dat hem nog wel een goede film heeft gemaakt. En dat is bijna onvergeeflijk. Alex, ik denk dat we moeten loslaten.
Ik denk het ook. Dat we moeten. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel... Ik ben een paar emoties doorgegaan de laatste 25 minuten dat je bezig geweest. Ik ben even op punt geweest om hem te kopen. Omdat ik dacht, ja, dat wil ik dan toch wel hebben. Ja. Maar waar je me een klein beetje angst mee hebt aangejaagd, is dat het saai is. Mm. Dat vind ik jammer. Het is saai, ja. Het is echt saai. Ik denk dat het in zijn gefompigheid... Hij had beter wat beter... iets korter gemaakt. Dan hadden we misschien echt nog een campy Nacht van de Wansmaak. Ja, want dat is het wel. Hè. Pas op, begrijp me niet verkeerd. Dat is wel het soort... ik denk dat Jan Verheijen hier zijn duimen en zijn vingers mee aflikt. Met wat hem hier allemaal voorgeschoteld krijgt. Want zoals ik al zei... Ik heb heel veel heel slechte films gezien. Hè. Ik bedoel, ik was... bevriend met twee gasten vroeger dat sterren waren in het meest, de meest obscure horrorfilms. Ik heb een Turkse Rambo-film gezien. Ik heb een Star Trek-kopie uit Kazachstan gezien. Je kunt je niet voorstellen wat voor crap dat er in de wereld al gemaakt is. Dat zijn geen B-films, dat zijn Z-films. En toch moet ik zeggen dat Verotica zelfs daar nog overgaat. Qua slechtheid, qua acteren, qua... je kunt het bijna niet geloven naar wat je zit te kijken. Dat je echt denkt van, dat kan niet, that nobody is in on the joke. Zo, deze moet een grap zijn. Dat kan alleen maar dat je dat maakt, maar ik vrees een klein beetje dat dat niet zo is. Dus ja, daarom wou ik nog heel even afsluiten, om het nog even kort te doen met iets anders. Omdat dat eigenlijk nog pijnlijker... Ik zou het bijna niet meer nog pijnlijker kunnen maken dan dat het is, maar ik kan het toch doen. Een ander ding dat ik deze week via Amazon de bus ingekregen heb, is een boek van Tom Berkowitz en Jeremy Dean. En dat heet Scream With Me, The Enduring Legacy of the Misfits. Dat is een hele mooie boek, met enorm veel foto's in. En het grappige aan die twee gasten... Dat zijn eigenlijk graphic designers en fotografen. Dus dat zijn twee gasten. De ene is eigenlijk designer, fotograaf. En die was A&R, Tom Berkowitz, bij Century Media Noord-Amerika. En die heeft eigenlijk de Misfits-catalogus van Caroline Records samengesteld. Dus een mega Misfits van. Iemand dat sinds jong al heel hard erin toe is en heel hard bezig met fotografie en design en artwork. Hetzelfde met Jeremy Dean, hè, dat ook een designer en typograaf is, die werkt voor dingen als Urban Outfitters, maar ook voor de Rolling Stones en voor het Coachella Festival. Dus zoals gehoord, dat is vooral een visuele boek. Heel veel foto's, maar niet alleen van de Misfits zelf. Maar het zotste is, en heel cool, foto's van bijvoorbeeld die bekende skeleton t-shirt van Glenn Danzig, hè, waar je zo dat skelettenlijf ziet. Dan zie je dat dat eigenlijk gewoon een zwarte t-shirt is, waar dat je zo redelijk foempig, als je het van dichtbij ziet, zo met textielverf dat skelet op heeft getekend. Maar als je het ziet op foto's en op foto's van optredens, onwaarschijnlijk effectief hoe goed dat eruit ziet. En het is eigenlijk ook een klein beetje een ode aan Danzig, die heel veel van die dingen, want ik wil het hem toch nog even geven na Verotic, Verotica eerder. Dat is dat die deed dat allemaal zelf. Hè, dus je maakte heel veel van die posters en die artwork en al die dingen heeft hij allemaal zelf gedaan. Die zeefdrukte ook zelf in zijn garage t-shirten dat ze verkochten. En een hele hoop van die designs, van die flyers van hun, van t-shirten die ze zelf ontworpen hadden, van t-shirts die hij zelf droeg op het podium, met designs die je keigoed kent, maar nog nooit van dichtbij gezien hebt. En dan denkt, wauw, die heeft dat er gewoon met Tipex op getekend. Er zijn echt dingen bij, je ziet die een enorme DIY-sfeer erin, in die boek, maar vooral ook hoe onwaarschijnlijk sterk dat die visuele designs waren. Dus dan maakt het nog 10 keer erger als je dan Verotica ziet en zie hoe lelijk dat die film eruit ziet. Want het is ook nog eens een hele lelijke film voor naar te kijken. Er is niks mooi aan die belichting, niks mooi aan het camerawerk, niks mooi aan de make-up, niks. Dus ik begrijp ook niet hoe dat komt, dat we van dit zijn gegaan naar
dat. En dan is het enige dat ik nog kan zeggen, is dat hem nog de moeite heeft gedaan om, denk ik, Simon Bisley de cover te laten tekenen. Zodat we dat toch nog hebben gehad, dat toch nog iemand die dat kan tekenen door iets mee te maken had. Maar vroeger was helaas niet alleen de verpakking bedaan zich goed, maar was de inhoud ook heel graaf. En dat is het allerlaatste dat ik kan zeggen van Verotica. Dus ik heb het gedaan, zodat jullie het niet hoeven te doen. Alex, ik denk dat we u allemaal heel hard bedanken voor dat fieldwork. Amai, ik moet er even van bekomen. Andries, ik was er niet goed van. Dat was goed. Ik snap het, man. Ja, soms man. Moeten dingen in het leven doen. Mm-hmm. Fan zijn is soms hard, hè, jong. Fan is hard, ja, zeker als je een trouwe fan bent. Als je het wilt blijven volhouden en je wilt hem blijven steunen, net zoals we zullen het nog niet gaan hebben over die gruwelijke Elvis-coverplaat die dat hem heeft uitgebracht. Nee, stiekem toch misschien dan ook maar weer gaan kopen om mijn collectie te vervolledigen. Hetzelfde met dit heb ik trouwens ook op vinyl besteld, hè. En de enige reden was omdat ik dacht... Dat gaat later keiveel geld waard zijn, want dat is zo cult dat mensen gaan zeggen, deze is zo kut, ik moet dat hebben. Dat zijn dat soort dingen die dan nog iets gewoon waard zijn ooit. En niet dat je het misschien ooit gewoon verkopen, maar het idee alleen al dat het niet een volledig waardeloze aankoop is, maakt dat dan misschien nog wel goed. Dus dat was het voor ons weer al vandaag. We bedanken dan vooral Nigel Williams, die is afgekomen en heeft gepraat over zijn jeugd en nog altijd een even boze man is in zijn 60 dan dat hem was toen dat hem 18 was. Ik ben Alex, dat is Andries. We hebben weer een aantal leuke tips voor jullie. Eentje dat je zeker moet zien en eentje dat je moet vermijden met alles dat in je lijf zit. Dat was het weer voor Welcome to the AA voor deze week. Volgende week zijn we er weer terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de listen. Not the face. Rivers of kundigen. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.